Goedemorgen, hartelijk welkom bij de jaarlijkse contactdag van het LZV. Ja, normaal gesproken zijn we natuurlijk gewend om hier in Doorn bij elkaar te komen. Hebben alvast een kopje koffie gepakt, lopen we langzaam de zaal in en genieten we daar van het programma. Ja, helaas lukt dat dit jaar niet vanwege corona natuurlijk. Maar we hebben toch een interessant programma voor jullie samengesteld hier online. Dus we hebben hier een prachtige soort LZV draaidoor setting voor jullie gemaakt. En zo kunnen jullie toch allerlei onderwerpen volgen. Die gaan over innovatie, we gaan het hebben over moral injury. Natuurlijk wordt de Kennis Award uitgereikt. Mijn naam is Saskia Paulussen en ik mag jullie door het programma leiden. Ja, en naast mij staat Berend Berendsen. Goedemorgen, Saskia. Goedemorgen, Berend, voorzitter van de LZV. Ja, ik zei net al, we kunnen niet echt contact hebben op deze contactdag, dus bij elkaar op één locatie. Toch gekozen voor een online variant. Waarom? Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, daar hebben we echt met hart en ziel voor gekozen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden, en dat weet iedereen die al langer bij het LZV betrokken is, dat we in ieder geval één keer per jaar met alle mensen die werken met en voor de veteranen bij elkaar komen. Om kennis uit te wisselen en contact met elkaar te hebben. We zijn 12 instellingen. Je hoort bij je eigen organisatie en toch moet je ook dat team met elkaar kunnen vormen. Dus wij werken hier altijd aan team spirit. Ja. En dan nu toch online variant en online die teamspirit ook. Ja, ja, weet je, de omstandigheden in de hele wereld zijn nu zo dat je niet fysiek bij elkaar kunt komen. En daar hebben wij ons natuurlijk ook over gebogen toen dat duidelijk werd. En gekeken van ja, hoe gaan we dan dat wat wij als het hoogtepunt van het jaar beschouwen vormgeven. En we zijn heel blij dat we de kans hebben gevonden en jou hebben getroffen. Om ons door zo'n dag heen te leiden waarbij we toch bij elkaar zijn. Ja, nou hartstikke mooi. Ja, ik heb begrepen ook. Kijken hartstikke veel mensen, hè? Zijn er ingelogd. Zeker, 180 deelnemers. Dus we zijn met net zoveel als we normaal gesproken hier ook in Doorn bij elkaar. Ja, ja, dus even gewoon voor het gevoel. Ook al zit je alleen thuis aan de keukentafel te kijken, je bent dus gewoon met 180. Nou, ja. Super fijn idee. Ja, we zijn natuurlijk nu al vanaf maart gebonden aan zoveel mogelijk thuiswerken, hè? Afstand houden. Hoe kijk jij terug op die periode als je kijkt naar het LZV? Ja. Ja, nee, je moet je allereerst afvragen hoe kijken we terug, hè? Want we zitten er nog middenin en moeten ook vooruitkijken. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een hele vreemde tijd is geweest, waar hele nieuwe ontwikkelingen zich voordeden, die ook heel veel veerkracht gevraagd hebben. Iets waar wij als Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen altijd heel veel aandacht voor willen hebben vanuit het werk wat we doen. Dus we hebben het ook echt gezien hier in Doorn met ons team en met de samenwerkingen als een hele grote uitdaging. Ja. Allereerst de uitdaging om te zorgen dat de zorg op peil bleef, terwijl instellingen dichtgingen. En eigenlijk is mijn allergrootste opluchting dat we hebben kunnen constateren dat dat heel goed is gelukt. Alle instellingen deden dat voor zichzelf, maar ook de ketensamenwerking bleef in stand. Ja. Dus dat was één. Eigenlijk was dat het belangrijkste. Maar ja, ook dat onderzoeken van nieuwe mogelijkheden naar hoe je met elkaar samenwerkt en hoe je je doelen blijft bereiken, dat heeft heel veel aandacht gevraagd, maar ook heel veel nieuwe inzichten opgeleverd. En zo hebben we dus ook geconstateerd dat, terwijl wij dus een organisatie zijn die heel veel samenwerkt door bij elkaar te komen, dat het ook mogelijk is geweest het afgelopen jaar om dat op andere, met techniek ondersteunde manieren te doen. En ja, dat maakt dat ik hier vandaag ook sta met het idee dat we echt een goede contactdag kunnen gaan hebben. Ja, mooi. Dus we hebben elkaar gevonden, we hebben veerkracht getoond, we hebben goede zorg kunnen leveren. Ja. Nu is het thema van vandaag is positieve gezondheid. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen? Ja, dan zou je eigenlijk moeten afvragen, zijn we daar wel toe gekomen of zijn wij daarvoor? Want het LZV heeft dat al jaren heel hoog in het vaandel staan. Het is een van de strategische doelen, hè? Mm-hmm. Wij streven naar een invloedrijke veteraan, naar continue zorgverlening versterken, door duurzame gezondheid te bevorderen. En dat willen we dan delen met elkaar. Dat zijn de vier hoofddoelen al jarenlang en daar gaan we nog jaren mee door. Maar die duurzame gezondheid, dat is waar het om draait. We zijn denk ik, ja, onze core business is het bieden van behandelzorg en professionele ondersteuning aan veteranen die psychische klachten hebben, waar het niet goed mee gaat. Maar we hebben al vanaf het begin van de LZV-samenwerking, in de ontwikkelingen die we met elkaar hebben gedaan, vastgesteld dat je, wil je je doelen dan echt bereiken en bewerkstelligen dat veteranen beter worden, ook als ze soms niet kunnen herstellen, dat je hun gezondheid in bredere zin moet bevorderen. Ja. Dus wij behandelen niet meer alleen ziektes. Wij werken samen op een manier waarbij we die herstelroute vormgeven door continu te kijken naar welke vaardigheden heb je, of heb je ooit geleerd, of kun je nu toepassen, of inbedden in wie je nu bent,
om zo gezond mogelijk te leven. En dat is wat je kunt verstaan onder die noemer duurzame gezondheid. En daar richten we ons dus ook altijd op. Ja. Zelfs als je kijkt naar innovatieve behandelingen bij ernstige traumaproblematiek. Of naar situaties waar mensen dus moral injury-achtige klachten hebben. Ja, want nu benoem je ook gelijk, hè, ja. De onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. Dus ik maak even een sprongetje naar het programma van vanochtend. We hebben twee blokken waarin we onderwerpen uit gaan diepen. Het eerste blok gaat inderdaad over innovaties in behandeling en onderzoek naar PTSS. Daarvoor hebben we tafelgesprekken. En het tweede blokje gaat over moral injury. Wat is het? Hoe herken je het? Hoe behandel je het? En dan verwachten we zo rond 12 uur de kennis. Wordt natuurlijk uit te gaan reiken. Ja, Berend, en dan zien wij elkaar rond 11:45 hier weer bij deze prachtige banner. En dan gaan we eens even terugblikken op deze online contactdag. Ja. Ja. En dan ben ik heel benieuwd hoe je het ervaren hebt. Nou ja, natuurlijk. Ik moet je zeggen, ik kijk er nu al naar uit, omdat ik weet wat er gaat komen. Ja. Het ligt natuurlijk, niks ligt vast, maar ik weet wat we voor iedereen in petto hebben. Ja. Ik denk dat dat echt heel waardevol gaat zijn. Dus ik hoop dat we straks heel enthousiast kunnen terugkijken op wat we deze ochtend hebben gedaan. Nou, prima. Ik ook. Daar gaan we in ieder geval ons best voor doen. Ik zei net al, we gaan aan tafel met elkaar in gesprek. Maar we willen natuurlijk ook heel graag met jullie in gesprek. Dus heb je vragen, heb je toevoegingen, heb je ideeën, zet ze in de chat. We hebben een heel team hier klaarstaan die de chatvragen doornemen. En dan kan jouw vraag hier aan tafel behandeld worden. Wordt je vraag niet behandeld, wordt die toch beantwoord. Want op een later tijdstip worden via de mail alle vragen beantwoord. Dus stel ze gerust en doe lekker actief mee met deze online contactdag. Ja, volgens mij moeten we gaan beginnen. Ik denk het ook. Ja, en we gaan beginnen met het eerste blok. Dat gaat over innovaties in behandelingen en onderzoek naar PTSS. En daarvoor hebben we hier professor Dr. Erik Vermette. En hij gaat ons eigenlijk een soort mini-college geven van wat voor ontwikkelingen zijn er dan nu gaande in de veteranenzorg. Dus ik wil je heel graag het woord geven, professor Dr. Erik Vermette. Dankjewel Saskia voor deze introductie. Ik sta hier naast een enorm mooie poster hier. Eventjes jullie aandacht ook op zorg als erezaak. Ik zit net vanuit de tafel te kijken. Zorg als erezaak is meer mogelijk dan je denkt. Fijn dat ik even een kwartiertje iets mag neerzetten over de vernieuwing in de zorg. Maar ik wil even een felicitatie geven aan degene die deze ochtend dit daggedeelte hebben mogelijk gemaakt. Want ik zit hier zo meteen aan tafel met een aantal collega's en er is hier een soort van virtuele studio gebouwd. En in no time, we proberen enorm creatief te zijn in deze tijd met elkaar en ook flexibel te zijn om als een contactdag dat eigenlijk hier lijfelijk moet plaatsvinden niet mogelijk is, om dan toch iets aan een verbinding te zoeken. En daar hunkeren we allemaal naar in deze tijd. En felicitaties dat het LZV gelukt is om dit programma onderdeel overdraagbaar te maken. En ik zat mezelf voor te bereiden. En wat ik in een kwartiertje met jullie wil doornemen is, ja, een paar vernieuwingen in de zorg die eraan gaan zitten te komen. Maar daaraan voorafgaand even, natuurlijk beheerst COVID ons dagelijkse leven. En misschien ook een beetje de politiek in Nederland nu, vandaag de dag. Eerder was dat overzees, maar nu hebben we het in eigen huis. En COVID is best wel een uitdaging voor zeg maar die populatie waar we het eigenlijk steeds over hebben. En dat is niet triviaal. Een verhaal van een veteraan die pas vorige week bij mij op bezoek kwam, die ging boodschappen doen bij de supermarkt. En dat is best wel een uitdaging om te zorgen dat je afstand houdt en dat er niemand boos op je wordt. Dat een korte lontje of het is spannend. Ik geloof dat hij twee rollen toiletpapier bij zich had. En die ging naar de kassa en dan zoekt hij heel zorgvuldig de kassa uit. En hij was bij de kassa geweest, die zelfbetalende kassa. Niet bij een cashière, maar bij de zelfbetalende kassa. En hij liep naar buiten en hij merkte dat hij eigenlijk één rol te weinig had afgerekend. En hij komt bij zijn auto en denkt van verdorie, dat is niet goed. Ik heb een rol te weinig. Dus hij gaat terug. Hij gaat dan naar de balie en probeert die mevrouw uit te leggen van, ik heb een rol te weinig betaald. En die mevrouw achter de balie, die snapt het niet helemaal. En die drukt op de knop van het alarm. De veteraan schiet helemaal in paniek. Er komen twee bewakers naar hem toe en de beveiliging. En hij denkt, wat heb ik nou fout gedaan? Ik wilde alleen maar een rol betalen die ik teveel had meegenomen. En sorry, ik wil wat geld achterlaten. De bedrijfsleider, om een lang verhaal kort te maken, is uiteindelijk naar hem toegekomen. Nadat hij naar huis was gegaan
en thuis had gezegd van, het zit me niet lekker. Ik ben hier met dat alarm, hier besodemiet, dat ik voel me niet goed. Als ik nou weer terug naar ga naar die winkel, dan zien ze mij als een boeman of zo. Ik durf die winkel eigenlijk niet meer in. Is teruggegaan naar de bedrijfsleider en heeft een afspraak met de bedrijfsleider gemaakt van, joh, kun je niet op een bepaalde manier mij rehabiliteren? En ik vind dat het enorm veel veerkracht getuigt van die veteraan, dat die eigenlijk een oplossing heeft gezocht om weer op een goede manier terug naar die supermarkt te komen. Voor hem, want de bedrijfsleider heeft gezegd, weet je wat, we gaan jou, hoe zou je dat willen doen? Nou, ik zou je willen dat we gaan bloemetjes brengen naar het bejaardenhuis hier op bezoek. Dan voel ik mezelf goed, dan heb ik weer een goed gevoel bij hoe deze situatie is afgerond. We staan allemaal voor uitdagingen naar de supermarkt te gaan. En veteranen hebben daar best wel een lastige uitdaging elke keer. Moeten ze anderen laten gaan of zelf gaan? En dat is nog niet helemaal over. De posttraumatische stressstoornis, die ligt aan de onderkant daarvan. Dat is een soort van veenbrand. Een soort van, hij is er eigenlijk altijd, maar je ziet hem niet. Maar het kan zomaar even exploderen. Een stukje kennisoverdracht voordat ik begin met die vernieuwingen die er eigenlijk ook aan zitten te komen. We hebben 10 jaar onderzoek gedaan naar veteranen die teruggekomen zijn van Afghanistan, 2005-2008. Dat onderzoek heet PRISMO. Misschien hebben jullie ervan gehoord. 1000 veteranen die we gevolgd hebben in de tijd. En in de tijd daarna, nadat ze thuisgekomen zijn, hebben we ze gevolgd. Hoe gaat het met je? Daar is veel over gepubliceerd inmiddels. Sander van der Wal is een promovenda op het expertisecentrum van de GGZ. MGGZ, die daar nieuwe data met Deirdre Riedijk over heeft gerapporteerd, waarin kennis zit. En dat is natuurlijk specifiek voor Afghanistan, maar ik ga jullie er even een klein tipje nog van de sluier van oplichten. Als wij die veteranen volgen over een langere periode, en dat is nu 10 jaar na dato, dan zien we eigenlijk dat er 2 soorten, als je zo mag zeggen, PTSS'en bestaan. De ene is een vroege PTSS. Die komt meteen na uitzending. Die zie je het eerste jaar, tweede jaar, slapeloze nachten, kort lontje, het klassieke beeld van de PTSS. Biologisch zouden we dat het amygdala gedreven type van de PTSS noemen. Die amygdala die staat op een standje oorlog en die heeft moeite om weer terug naar normaal te komen. Maar we zien ook een andere soort van PTSS. Dat is er eentje die zich pas manifesteert na 5 jaar, na 10 jaar. En dan beginnen de klachten pas te komen. In het begin gaat daar cognitieve vermijding heel goed mee. Ik denk er niet aan, ik blijf werken, 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 drinken, drinken, drinken. Maar na een verloop van tijd gaat dat schuren en gaat dat stuk. En dan komt die PTSS. En als je nou zo op een afstandje kijkt naar die vroege en die late PTSS, kun je je afvragen, hoe moeten we die mensen nou misschien wel anders behandelen, die vroege versus die late PTSS? Dat is een vraag die mij als wetenschapper ook bezighoudt en als psychiater. Die vroege, die kunnen we heel goed behandelen met EMDR en met de cognitieve gedragstherapie en met exposure. En daar komen we heel ver mee en daar hebben we een fantastische infrastructuur voor. Maar die late, die kenmerkt zich misschien naast de PTSS ook wel door andere dingen. En we hebben pas gekeken, Deirdre Riedijk heeft daarover net een presentatie gehouden voor de International Society for Traumatic Stress. We hebben gekeken naar moral injury. Moral injurious events, die lijken voor te komen meer bij die delayed type of PTSS, PTSD. Wat zijn dat voor dingen die die mensen rapporteren? Ik lees er een paar voor. Ik was betrokken bij de dood van onschuldige mensen. Ik moest beslissingen nemen terwijl ik niet wist wat het juiste was. Zoveel de dood gezien te hebben heeft een ander mens van me gemaakt. Of ik beleefde tragische oorlogsgebeurtenissen die buiten mijn controle lagen. Dat wordt gerapporteerd door meer dan 30% van de mensen die meededen aan onze follow-up. En nou is de vraag, zit daar een samenhang met wat ik net voorlas en dat PTSS, die vertraagde PTSS? Dat zijn we aan het onderzoeken. En het zou zomaar kunnen dat dit, wat ik voorlas, met name die vertraagde PTSS een kleur geeft. En u voelt al een beetje aan van, oh, wat voor behandelingen moeten we dan daar met name op richten? Misschien zijn dit wel schuldschaamte gerelateerde uitingen die op een andere manier een oplossing vergen. En misschien zit er daar een stukje van die vernieuwingen ook in die we met elkaar kunnen proberen vorm te geven. Kijk, die PTSS die vroege of die late vraagt natuurlijk om pillen en praten. Dat is duidelijk. Medicatie. Eigenlijk zijn medicaties, en dat zien we best wel, een soort van shock absorbers. Ze dempen de symptomen, maar ze helpen niet de PTSS te genezen.
Natuurlijk moet je geholpen worden bij slapeloze nachten en bij die prikkelbaarheid. En dat kunnen we best wel goed, maar het helpt om de symptomen te mitigeren. We moeten ook psychotherapie doen. En daar hebben we een hele mooie infrastructuur voor. En misschien zien we ook wel een soort van vernieuwing in de psychotherapie. We noemen dat de third wave cognitive behavioral psychotherapies. Mindfulness, acceptance en commitment therapy. Die waren er 5, 10 jaar geleden nog niet zo erg als dat ze er nu lijken te zijn en van toepassing lijken te zijn. Misschien wel voor dat vertraagde type PTSS. Yoga zien we ook meer. Lichaamsgerichte benaderingen van PTSS zijn ook erg in zwang aan het komen. Maar we zien ook die vernieuwingen. Ik ga er even 4 met jullie presenteren. En ik kijk even naar de tijd, omdat ik hier een klokje zie, maar ik zie niet hoeveel ik nog heb. Oké, heel mooi. Dan zie ik even 10, 16 waar ik moet zijn. En ik kijk naar, als je eenmaal op verhaal bent, en als ik op verhaal ben, dan kan ik uitglijden in wat ik er allemaal over wil vertellen. En 4 wil ik er overdragen. Wat die 4 eigenlijk allemaal met zich meebrengen, is dat wij, en natuurlijk proberen wij dat, als we het hebben over die zorg, we willen de veteraan die vastzit op verhaal kan laten komen. Zijn of haar verhaal weer laten vertellen. Het verhaal over henzelf. Het verhaal in context. Zodat ze de identiteit die ze eigenlijk lijken verloren te zijn weer terug kunnen halen. Terug kunnen brengen. Alsof ze weer gevangen waren, maar nu bevrijd worden uit dat isolement. En die 4 doen dat allemaal op een iets andere manier. De eerste. En ik leg ze niet in volgorde van belangrijkheid, maar puur een... Nou, je zou kunnen zeggen, ik ben een beetje gebaasd. De eerste zijn de psychedelica. En misschien hebt u iets gehoord over psychedelica. Dat zijn mind-manifesting drugs. Ja, die kennen we vanuit de recreatieve sfeer misschien heel erg. En vanuit Lubach en vanuit andere populair wetenschappelijke of populaire bronnen. Als ik een interview geef, probeer ik altijd, als ik het heb over MDMA of psychedelica, te zeggen dat we het niet over drugs hebben, maar over medicijnen. Ik voel me een dokter. En als ik iets probeer neer te zetten, te gebruiken, dan gebruik ik het liefst als medicijn. Ja, dat dat een recreatieve toepassing heeft. Oké. Maar dat is een ander verhaal dan zoals ik denk dat wij het in de gezondheidszorg of in de geneeskunde of in de psychiatrie zouden moeten gaan leren gebruiken. We hebben het over MDMA. We hebben het over psilocybine. We hebben het in het verlengstuk ook over ketamine. En ook over medicinale cannabis. Dat zijn middelen die eraan zitten te komen, die misschien eerder van onze radar verdwenen waren, maar nu dichter en dichter aan het bijkomen zijn, omdat er studies gedaan zijn overkant van de plas naar MDMA-assisted psychotherapy, waarbij MDMA als een katalysator voor het psychotherapeutisch proces wordt ingezet, waarbij gezien wordt dat dat een geweldige genezing met zich meebrengt. Ja, ik aarzel even met het woord genezing. Dat zijn geen shockabsorbers, van het is eventjes een stukje beter. Dat geeft oplossing. Op een andere manier naar jezelf leren kijken dan dat je al die tijd deed. Doordat dat middel zoveel gelegenheid daarvoor geeft. En we kunnen misschien aan tafel zo meteen, als we het met collega's hierover hebben, nog even iets nader visiteren. Maar dit zijn verboden middelen. MDMA is een verboden middel. Dus we moeten naar oplossingen zoeken hoe als dat middel dan echt dat goud is, wat zo goed lijkt te werken, hoe gaan we dat in de zorg implementeren? Nou, daar kom ik misschien op. Maar we moeten het ook hebben over medicinale cannabis. U heeft misschien het nieuws gehoord dat er allerlei telers gaan worden uitgenodigd om medicinale cannabis te gaan telen. Via minister Borst, die in 2003 een licentie voor Nederland heeft gerealiseerd voor de productie van medicinale cannabis, hebben wij de gelegenheid om een heel stabiel product neer te zetten in Nederland. Wat een CBD en een THC-concentratie heeft, waarin we aan het verkennen zijn van hoe werkt dat nou als je daar veteranen mee behandelt. Ja, te veel is nooit goed. Kijk, een liter whisky per dag drinken, dat is ook niet goed. Te veel MDMA, te veel psychedelica, te is nooit goed. Dat zei mijn grootmoeder ook al. Nee, gedoseerd die middelen leren inzetten in een therapeutische praktijk. Psilocybine voor depressie. Op het LUMC en in Utrecht en in Groningen wordt psilocybine ingezet voor de behandeling van therapieresistente depressie. Ketamine is een prachtig middel wat we misschien kennen vanuit de anesthesie. En als we naar de tandarts gaan of als we operatieve ingrepen hebben, dan word je heel veel ketamine gegeven en dan ben je even knocked out. Maar als we een heel klein beetje ketamine geven, ketamine is eigenlijk een dissociative drug. Dat je even als het ware buiten jezelf kan staan en kijken naar jezelf.
Nou, Tijmen Bolstoen is daar op Centrum 45 echt heel mooi nieuw onderzoek over aan het opzetten, over hoe moet je met zo'n middel werken. De tweede, virtual reality. Een virtual reality studio met gebruik maken van nieuwe head-mounted displays, technieken die eigenlijk die werkelijkheid die daar lag dichter naar ons toe te brengen. Met imaginary exposure komen we er misschien niet altijd. Dus je zet een bril op of 3MDR, heeft u wel van gehoord. Motion Assisted Multimodular Memory memory Reconsolidation. Dat kunnen we in Bijlen doen al, op een van de LZV-partners. We kunnen dat op het Militair Rehabilitatiecentrum doen. En we doen dat op Centrum 45 in Oegstgeest en in Diemen. En we behalen daar hele mooie resultaten bij, waarmee we iemand op een loopband zetten en tegelijkertijd laten kijken naar foto's die hij zelf heeft uitgezocht. Van zijn of haar missie. Waarbij die ook naar muziek luistert van zijn of haar missie. Dus die werkelijkheid wordt heel erg naar je toegebracht. En je kunt niet die cognitieve vermijding daar manifesteren die je anders in je therapie als een belemmering ervaart. Maar ook Sensix, waarin je in een cabine gaat zitten en je in die cabine ook olfactorische prikkels krijgt, akoestische prikkels krijgt, die beleving nog immersiever maakt, dat je er echt als het ware weer in kan stappen. En het gaat niet om alleen maar die beleving even ervaren. Nee, het gaat om dat je jezelf kan engageren naar die beleving en weer kan disengageren. Dat je hem weer als het ware leert te controleren. Met die VR kunnen we een heel eind komen om de beleving, het verhaal, nog wat makkelijker beleefbaar te maken. Maar dat vergt infrastructuur. Dat vergt toch kosten en techniek. En heeft iedere LZV-partner heeft dat? Nee, dat zullen we echt naar moeten kijken. Hoe we dat naar de man, als het ware, kunnen brengen. De derde en de vierde, de Animal Assisted Interventions. De hulphonden. Maar, en die kennen we al een tijdje. Ik kwam net hier binnen op het Veteraneninstituut en ik zag een veteraan met zijn hulphond. Dat beeld, dat is helemaal niet raar. Daar zijn we best aan bekend geraakt. Maar de inzet van paarden. Nou, denken we, paarden. We zijn met een pilot begonnen met 8 veteranen. En we noemen dat therapieresistente PTSS, maar we laten hun snuffelen aan paarden. We zijn halverwege die eerste trial en we doen dat met de vakgroep diergeneeskunde van Utrecht. En het is zo mooi om dan halverwege te horen van die veteranen, ja, ik voel nu een stukje innerlijke rust. Ik heb dat eerder in mijn behandelprogramma nooit zo kunnen meemaken. 5 jaar geleden had ik misschien gezegd, nou, paarden, god joh. Ik weet het zo net nog niet, maar we hebben nu geld gekregen om de komende periode van 2 jaar met een promovenda daar nog veel meer mee te gaan doen. Daar zult u nog meer van horen. En de laatste die ik even wil noemen is terugkeerreizen. Terug naar de missie die zo vervelend voor je geweest was, waar je gewond bent geraakt, waar je je buddy hebt verloren, waar dingen zijn gebeurd die je leven hebben veranderd. Chris van Laarhoven gaat al tijden terug met veteranen naar Libanon. Eerst was het een beetje iffy, kunnen we daar wel naartoe? Wij zijn met een paar kwartiermakers teruggegaan naar Bosnië. We hebben een reis gemaakt van Sarajevo naar Srebrenica, Potočari, Buzovača. 4 dagen. We bezoeken daar bepaalde plaatsen. Terugstappen weer op die plaats en weer even een gebedje doen. Een kaars aansteken. Een ritueel. We doen dat samen met de Universiteit voor Humanistiek. We noemen dat Back with a Mission. De laatste reis was Ludie de Vos, die was met ons mee. En hij zei, weet je, ja, ik heb geen PTSS of zo. Maar dat maakt ook niet uit. Zijn cirkel was rond. Hij zei, ik ben nooit weer daar op die plek geweest waar ik geslapen had. Daar, op Potočari. En door daar ook met lokale mensen te praten, kan die herinnering rust krijgen. En je ziet, daar is de wereld ook 25 jaar verder gegaan. 4 vernieuwingen in de zorg. En de vraag natuurlijk bij die vernieuwing is, ja, dat is allemaal wel mooi, maar het is niet dat het een panacee is. Want de kunst voor een hulpverlener is, wanneer zet je wat in voor wie? En er moet een motivationele bereidheid zijn om zo'n middel te gaan verkennen. Psychedelica of een terugkeerreis, wanneer doe je dat? En is dan alles over? Dus de vraag is van de hulpverlener en van mensen die kijken en die met veteranen werken, wanneer zet je zo'n vernieuwing in die zorg? Dus dat is de uitdaging, denk ik, waarvoor we staan. Het is shared decision making. We zetten de veteraan zelf aan tafel. We bepalen zelf, wat zijn de verschillende menu-opties die we hebben? Nou, wat zou voor jou nou op dit moment waar je staat, je bent 25, je bent met een relatie bezig, of je bent eigenlijk over die grens en je kinderen zijn uit huis aan het gaan. Het geeft een nieuw perspectief op het leven. Dus we zullen kijken, heel tailor-made, personalized medicine, hè, dat is zo'n buzzword, zo'n hype. Kijken naar wanneer zet je welke interventie die er is in. Maar dat er vernieuwingen zijn in de zorg, ik denk dat dat staat
buiten kijf. En de psychedelica, de teruggereisde, de animal assisted interventions en de VR's, die liggen klaar eigenlijk om door ons als het ware verder verwetenschappelijk te worden. Want we doen natuurlijk aan een soort evidence-based care. We doen niet omdat we denken van, ah, ik vind het wel leuk, maar er moet een soort substance onder zitten. Dus dat is ook een uitdaging waar we voor staan. Nou, ik hoop met dit kwartiertje jullie iets aangereikt te hebben van... Ja, je hoort misschien mij enthousiast erover praten. Ik ben graag enthousiast omdat het zo'n leuke vernieuwing is in het hele zorgpalet. En dat we daar aan tafel met elkaar even nog verder naar kunnen kijken. Ja, dankjewel Erik voor dit mini-college over innovaties. Nou ja, inmiddels is de tafel gevuld ook met andere gasten. Nou ja, Erik, we hebben jou net gezien. Dan hebben we hier Elisa van E. Jij bent klinisch psycholoog verbonden aan het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. Dan hebben we Tijmen Bostoen. Psychiater verbonden aan ARC Centrum 45, als ik het wel heb. Zeker. En aan deze kant Tijmen Bostoen. Oh nee, sorry, Vincent Stoker, maatschappelijk werker bij de basis, excuus. Ja, Erik, jij zei net al, hè, wanneer zet je wat in voor wie? Nou, we hebben verschillende opties gehoord. Als we eens beginnen met de inzet van psychedelica, zoals je dat zei, of MDMA. Vincent, heb jij veteranen in jouw in behandeling, zeg maar, waarvan jij denkt, nou, daar zou ik dit voor in gaan zetten? Ja, ik heb. Ik vind, het klinkt heel veelbelovend inderdaad, de MDMA-behandeling. Ik begeleid veel cliënten die uitbehandeld zijn, zeg maar even. Maar nog last hebben van allerlei klachten, PTSS-klachten. Waarbij de zoektocht is van: moet ik nou leren omgaan met deze klachten? Of is er nog iets mogelijk voor mij? Waarbij mijn insteek ook is van: het leren omgaan met, het accepteren van. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou in je leven? En tegelijkertijd merk ik dat cliënten ook op zoek zijn van... ja, maar is er nog iets voor mij wat zou kunnen helpen? Ja. En op die manier heb ik ook contact gehad met Erik... over ook een cliënt die met forse klachten rondloopt, nog steeds... met PTSS-klachten rondloopt en op het MDMA-onderzoek stuitte. En op die manier hebben wij ook contact gehad van... zou dat een optie kunnen zijn? Maar dat je dan ook merkt dat er ook wel heel veel vragen komen van... wat doet die MDMA dan met mij? Mm-hmm. En wat voor invloed heeft op thuis, op mijn partner, die toch ook angstig is van, onzeker van, wat voor invloed heeft dat? Mm-hmm. En ook, zeg maar, aan het einde van een behandeling, als het stopt, in hoeverre raak je verslaafd, maar klinkt misschien groot, maar in hoeverre gaat het doorwerken en word je er afhankelijk van? Er zijn ook veteranen toch ook die verslavingsgevoelig zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat geeft ook wel vragen. Ik denk dat in ieder geval die vragen leefden bij die cliënt ook. En denk dat misschien wel breder zal... En hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want hoe is het uiteindelijk verlopen? Nou, om het uiteindelijk niet te doen. Om het niet, ondanks de forse klachten, toch te zeggen van... Ik ga toch even wachten, zeg maar. Omdat het te spannend is. Omdat je niet weet wat het effect uiteindelijk gaat zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En je noemde net al even ook de partner die er dan bij betrokken is. En die dat misschien angstig vindt. Elisa, als ik het goed begrepen heb, werk jij ook veel met het hele gezin. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik denk dat het een veelbelovende therapie is, maar ik denk ook dat het dus heel erg belangrijk is om aandacht te hebben voor die context. Ja, zoals Vincent ook al zei, wat ik veel zie is dat er toch een vorm van hulpeloosheid is ontstaan bij de veteraan, waarin mensen zeggen, ik heb PTSS, hè, ik kan er niks aan doen, het zit in mijn hersenen. En ik denk die gedachten stimuleer je misschien ook met de inzet van een drugs. Mm-hmm. Wat juist ook zo belangrijk is voor het functioneren in het gezin, hè, in de partnerrelatie, dat mensen ook ervaren van ondanks klachten, hè, ondanks hoe het met mij gaat, heb ik een verantwoordelijkheid en die kan ik nemen. Dus ik denk dat gesprek is wel heel belangrijk om aan te blijven gaan. Haakt dat ook weer aan op de positieve gezondheid waar we het net ook met Berend even kort over hadden? Dat denk ik wel. Ik denk dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor dat stukje... van hoe functioneer je nou in die context. We hebben net een heel aantal innovaties gehoord. Hele mooie innovaties, denk ik, met een heleboel kansen. Tegelijkertijd denk ik ook van... goh, maar hoe zit dat nou met innovaties op het gebied van die partnerrelatie... het gezin en de context. Mm-hmm. Het is...
allemaal nog heel erg individueel gericht, klachtgericht. Ja. Het is belangrijk dat het gebeurt, maar waar is dat andere stukje? Ja. Volgens mij liggen daar ook heel veel mogelijkheden. Ja. Even los van of je dan inderdaad een middel als MDMA gaat inzetten. Ja. Ja. Tijmen, klopt het dat jij ook bij het onderzoek betrokken bent geweest? Ja, zeker. Nou, het is een onderzoek wat we aan het opzetten zijn en wat binnenkort moet gaan starten. Dat gaat dan over MDMA-assisted psychotherapy. Dat betekent eigenlijk dat het gaat om psychotherapie. En die psychotherapie is ondersteund door MDMA. Mm-hmm. En wat ik hier hoor, zijn denk ik ook hele reële vragen, hè, die mensen zich stellen. Dat zijn ook dingen die wij zorgvuldig willen gaan uitzoeken. Daarom is het ook een onderzoek. Ik denk inderdaad dat het even wennen is, hè, dat idee van drugs als medicijn. Het is denk ik ook heel belangrijk om te beseffen dat die psychotherapeutische context zo'n verschil maakt. Het is dus niet de bedoeling dat iemand dat, net zoals een antidepressivum, elke dag gaat innemen of elke week. Maar hè, echt goed getimed, 2 sessies, 3 sessies, met veel inbedding eromheen en psychotherapie. Met inderdaad ook aandacht voor de context. Hè? Het gezin is heel belangrijk om daarin mee te nemen, of de partner. Inderdaad, de vragen die ook gesteld worden over verslaving. Ik kan me dat heel goed indenken. Psychedelica worden gezien als drugs. Hè? Ze zijn op de verboden middelenlijst. Maar de meeste psychedelica zijn minder verslavend dan de meeste andere drugs. Mm-hmm. Dat weten we wel. Dus heeft het eigenlijk ook een beetje met het imago te maken van het middel? Want als je erop googelt, dan zag ik ook krantenkoppen van de partydrugs wordt ingezet bij hulp. Nou ja, dat zegt al wat. En ik kan me voorstellen dat als jij dan als veteraan zo'n middel gaat gebruiken, dat nogal wat angst oproept. Maar ik hoor jij dus ook zeggen, het gaat in een gecontroleerde omgeving. Zeker. Ja we zoeken ook de mensen er goed op uit. Mensen moeten echt toe zijn aan zo'n behandeling en ook heel gefocust daaraan aan willen werken. Het moet niet ingezet worden als iets, hè, want dat hoorde ik Elise net ook zeggen, van een soort tovermiddel, toverdrankje wat al mijn problemen oplost. Mm-hmm. Zo werkt het niet. Het maakt wel meer mogelijk. Het idee is dat het psychotherapeutisch proces katalyseert, dus een soort van verdieping kan aanbrengen. Mm-hmm. Maar het blijft toch je dealen met de problemen die je hebt, de gevoelens die erbij horen en de moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, en dat een plek geven. Ja. Dus dat werk moet wel gedaan worden. Ja. Ik krijg hier een vraag via de chat binnen, hartstikke goed. En die vraag luidt, hoe ga je dan met de opiumwet om? Ik weet niet wie daar antwoord op kan geven. Een hele goede vraag. Die hebben nu weer niks natuurlijk. En de kunst is ook, als je zo'n middel hebt om met geneesmiddeleninspectie ook in dialoog te zijn en om het uit te voeren als wetenschappelijk onderzoek waarbij je die opiumwet respecteert. Dus wij doen alleen iets in deze zin met psychedelica en met MDMA als het klinisch wetenschappelijk onderzoek is, wat getoetst is door de medische ethische toetsingscommissie van een academisch centrum. Dus er wordt duidelijk gerespecteerd wat de opiumwet eigenlijk aan mogelijkheden hier voor ons geeft. Ja. En de bedoeling is ook, als dit allemaal blijkt te werken, dat wij met die opiumwet, want die zal niet zomaar weggaan hoor, maar dat als dit zo gaat lopen, dat je een aantal gecertificeerde centra in Nederland krijgt, waarin je deze populatie van patiënten datgene kan aanbieden wat echt een doorbraak voor hen kan opleveren. Want je gaf het net al aan dat je heel gepassioneerd bent over alle innovaties. Wat is voor jou nu het meest waardevolle van deze behandeling? Ja, weet je, toen ik de resultaten van de MDMA hoorde 5 jaar geleden op een Amerikaans congres, en ik zag echt die curve van een placebo-groep en ik zag die curve steil naar beneden lopen. Ik viel van mijn stoel af. En ik denk, of het is too good to be true, or it is not true. Ja, we hebben een club gevormd op Centrum 45. We zijn dat goed gaan bekijken. Ja, en er zit echt een signaal in. Dus ik denk, en zo sta ik er nu in, ik sta te popelen. Want je hebt eigenlijk, en ik overdrijf misschien als ik zeg, we hebben goud in onze handen. Maar we hebben een uitdaging. Want als we het hebben over moral injury, en ik gaf wat vignetten, wat voorbeeld, dan gaat het over echt hardnekkige, existentiële problematiek. Mm-hmm. Schuld, schaamte gerelateerd. Daar kun je niet zo makkelijk bij komen bij je psychotherapie. Dus daar moet je mensen de gelegenheid voor hebben om los te kunnen laten. Zichzelf te kunnen gaan verkennen in datgene wat daar eigenlijk aan vergeving zou moeten worden mogelijk gemaakt. Ja. En als je je buddy ziet verbranden in zijn voertuig en je voelt dat je tekortgeschoten hebt,
ja, moet je de GV'er vragen om hulp te geven? Nou, misschien wel. Moet je een pelgrimage doen? Misschien wel. Maar je moet misschien ook jezelf vergeven voor datgene wat je daar gedaan hebt. En je hebt het beste gedaan wat je kon. Mm-hmm. En zo'n middel geeft je eigenlijk de gelegenheid, mind manifesting, om echt een kijkje naar binnen te krijgen. Zoals... Wat ik heb begrepen is dat je dan niet meer zo met angst doordrenkte herinneringen zit, maar dat je meer van een afstand ernaar kan kijken. Nou, ik noem maar even een naam, want die wil ik in dit kader even noemen. Jan Bastiaans was een psychiater in Leiden. Ik heb hem net niet genoemd. Die met LSD werkte bij de overlevenden van de concentratiekampen. Mm-hmm. Die ook jaren na dat kamp nog steeds met diezelfde nachtmerries zaten. En we hebben een beetje Leentjebuur gespeeld, want hij was een pionier. En hij heeft gezien van inderdaad wat je zegt, hoe dat middel daar die toegankelijkheid voor die verschrikkelijke harde ervaringen een oplossing kan bieden. Mm-hmm. En jij bent ook enthousiast over het onderzoek. Tenminste, ik zag jullie net oogcontact maken, hè? En dan werd er goed geknikt, Tijmen. Wat zijn nou zaken waarvan jij denkt van nou, dat, daardoor zou ik hier wel voor pleiten? Nou, aansluit bij wat Erik zegt. Het geeft veel meer ruimte voor verwerking. Mm-hmm. En ik zeg niet dat iedereen dit altijd moet krijgen. Ik denk als het goed loopt en mensen kunnen met de meer conventionele behandelingen daardoor heen komen, is dat natuurlijk prima. Maar ja, in praktijk zien we dat ongeveer de helft van de mensen er toch niet komt. Mm-hmm. En die blijven toch wel zitten met hele ernstige klachten en heel langdurig. Dat gaat over het algemeen niet zomaar vanzelf weg. Mm-hmm. En ja, dit onderzoek, hè, wat ons daar toch echt in aantrekt, is dat bij die groep, dus die mensen die eigenlijk niet gereageerd hebben op de behandeling zoals we ze nu hebben, zie je dat ja, ruim de helft toch wel goed resultaat heeft. Mm-hmm. Nou is het onderzoek, hè, het is nog kleinschalig, mm-hmm. maar... Dit is wel goed uitgezocht. Ja. Het moet nog blijken in de grotere getallen. Mm-hmm. Die onderzoeken lopen op dit moment. In Amerika is een groot fase 3 onderzoek, noem je dan, bezig. De tussentijdse analyses zullen binnenkort bekend zijn en dan weten we meer. Mm-hmm. Maar als dit effect overeind blijft, dan denk ik dat we echt iets hebben voor een grote groep mensen die anders langdurig met klachten blijft zitten. Ja. Ja, en wat ik dus begrijp, ook een beetje uit jouw verhalen, wat jij had over toch dat angst eromheen, dat het imago rondom het middel, dat wel een belangrijke rol speelt, dat goed opgekrikt wordt, zeg maar. Dat we niet hebben van, nou, we gaan massaal een ecstasy en dan is het, opgelost. Nee, precies. Dat je dat goed voorbereidt en dat je ook goed bespreekt met het systeem erbij, dat iedereen mee kan komen, denk ik. Ja. Want er is zo'n hoge drempel om, dat merkte ik in ieder geval zelf al, er is een hoge drempel toch ook wel om... Het is wel een hele stap om zoiets te gaan doen. Ja. Ook al is het waarschijnlijk dat het ook wel veelbelovend is. Ik denk dat het ook zo is, maar dat ik er in ieder geval van hoor. Maar ook wel een hoge drempel, zeg ja. maar. Ja. Oké, okay. Nou mooi. Goed, even dan voor dat onderwerp. Laten we eens kijken naar de andere innovaties die genoemd zijn. Dus de terugkeerreizen zijn genoemd. De inzet van dieren. De virtual reality. Even voor Elisa en Vincent... Welke spreken je nou aan dat je denkt, oh ja, die zou ik in mijn praktijk zo gaan gebruiken? Ja, de ontwikkelingen rondom virtual reality spreken mij erg aan. Ik denk dat daar ook echt toekomst zit in meer digitalisering van de zorg. 3MDR vereist wel een hele studio, dus ik zou zelf ook wel vooral benieuwd zijn naar andere toepassingen. Nou ja, met een bril werd al genoemd. Waar je nog veel meer dus ook in allerlei situaties kunt gaan oefenen. Ja. Breder implementeerbaar, denk ik. Ja, ja. Dus die virtual reality, dat spreekt je aan. Wat zit daarin waarvan je denkt, nou, hier geloof ik in. Dat zou resultaat boeken? Ik denk dat je met virtual reality natuurlijk allerlei soorten situaties kunt oefenen. Hè, waarin je ook heel sterk de vermijding doorbreekt. Maar ik denk dat daar ook mogelijkheden in zitten om te kijken. Erik noemde het voorbeeld al van de supermarkt. Hè, dat is heel erg bekend. Dat veel veteranen daar dat lastig vinden. Nee, ook dat soort situaties zijn natuurlijk dan te oefenen. Ja. Hè, blootstelling. Ja. Er zitten brede mogelijkheden in om het toepasbaar te maken. Ja, als op een veilige manier in een situatie gezet te worden. Dan te kijken hoe je daar kan reageren. Ja. Ja. En voor jou? Ja, ik heb verschillende veteranen die ook een terugkeerreis hebben gemaakt, zeg maar. En die ik wil aangeven van, ja, dat het goed is om te zien dat de tijd daar ook verder is gegaan. En tegelijkertijd ook dat de herinneringen terugkomen, een stukje verwerking, zeg maar. Dat wel echt wel wat doet. Mm-hmm. De inzet van hulphonden, ja, ik heb ook verschillende veteranen die dan ook een hulphond hebben. En daar ook gewoon wel veel baat bij hebben, zeg maar. Dus daar ben ik ook enthousiast over. En tegelijkertijd denk ik...
het afhankelijk worden van een hond, dat vind ik altijd een beetje van het spanningsveld, zeg maar even. Hè? Want het draagt zeker bij, maar ja, die eigen stuk, ja, het is soms een beetje, vind ik wel ingewikkeld soms. Mm-hmm. En de paardencoaching is ook wat nieuw is, en ik heb een aantal die daar ervaringen in hebben opgedaan. En dat geeft inderdaad ook inzicht en rust. Zo inzicht in wat er in jezelf gebeurt, want het paard spiegelt wat je zelf uitstraalt, zeg maar. Dus dat het ook heel veel inzicht geeft. Mm. Dus ja, ik vind het mooi dat er verschillende dingen zijn die wat op kunnen leveren. Ja, ja. En ook gezegd van wanneer zet je wat in en voor wie. Hè? Dus dan, ja, dan heb je daar een palet in. Ja. Ja, Tijmen, jij bent psychiater ook. Hoe kijk jij tegen deze innovaties aan? Is er eentje die er voor jou uitspringt? Nou, de virtual reality is waar we in ons centrum ook ervaring mee opdoen. En ja, dat zijn natuurlijk ontzettend mooie ontwikkelingen. Wat Elise net ook zei, hè, je kan die vermijding, dat is echt een onderdeel van PTSS. Hè. Mensen willen niet terug naar wat zo pijn doet, hè, dat begrijpelijkerwijs. En toch zit daar toch de kern van de genezing ook weer in. Ja. En ja, sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. En virtual reality kan dat bieden. Ja. Dus ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. En ja, terugkeerreizen, dat zal niet voor iedereen wat zijn. Maar het is toch ook wel heel mooi, hè, om inderdaad terug te kunnen gaan. En inderdaad, zoals Vincent zo mooi zei, het leven gaat daar ook weer verder. Dat kan ook enorm helpend en relativerend zijn. Ja. Dus ik vind het zo mooi dat er steeds meer opties komen en je eigenlijk steeds meer op maat kan werken. Ja. En mensen kunnen echt kijken wat voor hunzelf helpend is. Ja. Dus, ja, nou, ik krijg hier net een vraag binnen. Het sluit hier een beetje op aan van innovaties in de zorg zijn van belang. Maar wordt de noodzaak hiervan echter ook ingegeven door mogelijk tegenvallende resultaten die huidige behandelmethodes opleveren? Dus zijn er nu behandelmethodes waarvan je zegt, ja, zijn ze nog wel effectief genoeg? Nou, dat is wat Tijmen net vertelde. We zien uit niet alleen van Amerikaanse studies, maar ik geloof Joris Hagen die liet dat ook zien bij Nederlands onderzoek, dat sommige veteranen, en wij vinden dat dan therapieresistent zijn. Ja, ligt dat aan hun of zijn we anders gaan kijken naar indicatiestelling? Maar ze knappen niet allemaal zoveel op als dat we ze hadden gehoopt dat ze zouden opknappen. En dat geeft ook een stuk onvermogen van ja, wat doen we dan niet goed genoeg? Waar moeten we nog verder kijken? Dus dat vind ik een imperatief. Ja, we moeten. En misschien wel dat stukje wat er nu bij komt, hè, wat best wel nieuw is, die moral injury manifesteert zich. Ja. Wat is dat dan? En moeten we daar heel goed naar kijken? Ja. Dat een onderdeel is van die PTSD. En omdat het wat langer duurt voor sommige mensen, dat we daar nieuwe oplossingen voor moeten bedenken. Ja, want daar gaan we zo in het tweede blok over hebben. Elise, als ik het goed heb begrepen, zei jij in antwoord op mijn eerste vraag ook van goh, moeten we niet op een gegeven moment gewoon kijken, dit is het en hoe functioneert iemand in het systeem? Hè? Hoe pakt hij of zij zijn verantwoordelijkheid? Schurkt dat ook hier tegenaan? Van wat Erik net zegt, van joh, schieten we tekort of is dit het gewoon? Moet je dit accepteren? Nee, ik denk dat we onvoldoende antwoord hebben van hoe kunnen we voldoende goed behandelen. En dan zijn er twee benaderingen. Je kunt klachtgericht werken of je kunt meer contextgericht werken. En ik denk dat we nu vooral inzetten op klachtgerichte innovaties. Terwijl tegelijkertijd we ook weten bijvoorbeeld dat sociale steun een van de belangrijkste voorspeller is voor het ontwikkelen van PTSS-klachten. Mm-hmm. En dat ook een grote rol speelt in het herstel. Hoe beter de sociale steun, hoe sneller het herstel of hoe beter het herstel? Ja, dus ik denk dat volgens mij als we behandelingen willen verbeteren, er een wereld te winnen is als we eigenlijk een tweesporenbeleid doen. En dus ook gaan innoveren op die sociale context van hoe kunnen mensen daar nou gebruik van maken. We weten dat PTSS van invloed is op sociale cognitie. Dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om een sociaal netwerk op te bouwen. Ik denk van, nou, laten we daar op innoveren, laten we daar interventie. Kun je dat eens concreet maken? Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je dan precies? Nou ja, als je het specifiek hebt over sociale cognitie, dan gaat het over leren mentaliseren, leren begrijpen van wat gebeurt er bij die ander. En wat door PTSS-klachten moeilijk kan zijn. Waardoor het ook lastig kan zijn dus om een steun van een ander te ontvangen als je niet goed weet wat in de ander omgaat. Mm-hmm. Of iemand een bepaalde boodschap zendt. Maar ik denk heel concreet, als we kijken naar de psychiatrie, dan zien we ook een hele ontwikkeling in de netwerkpsychiatrie. Waarin je eigenlijk met mensen uit het systeem om de tafel gaat zitten.
En gaat nadenken over hoe geven we de zorg vorm. Denk, nou, we werken in een keten met maatschappelijk werk. Denk, nou ja, hoe prachtig zou het zijn, hè, als we daar meer gebruik van gaan maken. Als we samen met de basis bijvoorbeeld ontwikkelen hoe we zo'n ketengesprek, hè, zo'n netwerkgesprek opzetten. Als we daar onderzoek naar doen. Ja, want hoe hoort dat voor jou? Ja, ik denk dat daar veel winst in te behalen is. Ik denk dat we best wel veel elkaar wel vinden met verschillende LZV-partners. Dat we contact hebben met hoe de behandeling loopt en hoe het thuis gaat. En dat we overleg zoeken. Maar ik denk dat daar inderdaad ook wel nog veel winst te halen is. Omdat ja. Inderdaad de partner die maakt het thuis allemaal mee. En de steun, nou ja, je noemt het al even. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel. Ik denk dat het best wel veel ook wel gebeurt. Maar ik denk dat we ook wel wat meer op kunnen gaan inzetten. Mm. Ja. Want wij komen ook thuis natuurlijk, hè, bij, dus wij hebben ook echt, nou ja, je ziet ook de thuissituatie dan ook, wat er gebeurt en wat je... Ja, Erik noemde ook even leed onzet, hè, late PTSS. Wat ik in de klinische praktijk veel zie, is dat ook veranderde sociale omstandigheden, hè, verlies van netwerk, leidt tot activeren van klachten. Ja, Nee. Ja, dus ja. Misschien vandaar ook dan een verlaten reactie. Is dat wat je bedoelt? Ja, nou, dus, ik denk dat dat belang ondersteunt van dus juist met dat netwerk aan de slag gaan. Ja. Nou hebben we nog, we hebben een aantal innovaties hier besproken. Is er ook iets tussen waarvan jullie zeggen, nou, daar hebben we niks mee? Even lekker positief in de groep vormen, dat je denkt, nou nee, dat zie ik in mijn praktijk niet gebeuren. Nou, ik denk dat wat net ook naar voren kwam is, het lukt niet altijd. En soms, ik zit natuurlijk heel erg in de curatieve opzet, je wil mensen beter maken. En dat geeft soms ook wel wat hooggespannen verwachtingen. En ik merk bijvoorbeeld dat een inzet van een hulphond een beetje contra werkt. Hè? Omdat je inderdaad een deel van je klachten en van daarmee omgaan min of meer uitbesteedt aan een hond. Een hond brengt veiligheid, een hond beschermt je, een hond voordat een nachtmerrie echt begint maakt je wakker. Dat is ontzettend mooi. Maar ik denk vooral voor de categorie mensen die niet opknapt. Dus ja, persoonlijk denk ik van, ik denk dat onze behandelingen beter passen bij mensen die nog geen hulphond hebben. Omdat ze dan wat meer in de gelegenheid zijn vat te krijgen op hun klachten. Ja. Dus ik zeg niet dat ik er wat op tegen heb. Ik denk meer dat in de fase van behandeling waarin ik werk, dat wat moeilijk samengaat. Ja. Oké, dus dan wil je eerst kijken of het op eigen kracht kan en hoe iemand zelfstandig... Ja, dat is eigenlijk wat je wilt. Hè? Dat, in zo'n therapie wil je mensen eigenlijk leren om weer in hun kracht te gaan staan, om dingen een plek te geven en dingen achter zich te laten. En dat wil je liefst uit de mensen zelf laten komen. Ja. En daar zou een hulphond dan niet helemaal bij passen op dat moment. En hoe kijk jij aan tegen de inzet van dieren, Elise? Want ik weet vanuit paardencoaching wordt ook het hele systeem vaak meegenomen. Hè? Dus ook het systemisch werk, dus het gezin, de omgeving. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik merk dat ik daar ook wel, niet gelijk heel veel enthousiasme over voel. Maar ook, ik begreep dat Erik daar ook aan dat idee heeft moeten wennen. Wat ik zelf terughoor bij veteranen is eigenlijk heel veel eenzaamheid. Hè? Eenzaamheid in de partnerrelatie, in het gezin. Dus ja, persoonlijk zou ik zelf eerder voor kiezen om die relaties te bewerken. Hè? Daar de afstemming te zoeken. Mm-hmm. En dan niet zo snel voor paardentherapie kiezen. Oké, ja. En voor jou? Nou ja, niet per se dat ik echt denk van dat is iets wat niet. Alles heeft al wat, zeg maar. Ik vind het ook wel mooi wat jij aangaf. Dat ook de inzet voor acceptance commitment therapy. Hè, want ik denk ook van, we zijn natuurlijk heel op zoek naar het van klachten te reduceren. Maar dat gaat niet altijd werken. Dus op een gegeven moment kom je in een fase terecht waarin je moet gaan accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Mm-hmm. En dat is toch wel ook wel een hele ingewikkelde fase. Yeah. Nou ja, goed, ik denk dat het mooi is dat er meer aandacht voor komt. Omdat ik dat ook wel veel tegenkom. De uitbehandelde veteranen die een soort van zoekende zijn met hun leven van hoe nu verder. Mm-hmm. En met de klachten die er zijn. En nou ja, goed, dan is het mooi dat er innovaties zijn. Maar tegelijkertijd ook dat stukje, dat onderdeel is ook belangrijk. Van leren omgaan met die klachten. Hoe ga je je leven nou vormgeven? Ja. Dus dat,
Dus dan heb je het misschien niet meer over wat je zegt, mensen weer beter maken of gezond maken, maar ja, hoe kun je leven met hoe de status nu is? Precies. En je kwaliteit van leven daarin hoog houden. Ja. Vat ik dat zo goed samen? Ja, er stond net nog een vraag op, maar die is heel even verdwenen, maar CFT, zegt jullie dat wat? Want er werd even gevraagd hoe jullie daar tegenaan kijken, maar er zat een uitleg bij. Maar ik dacht, misschien gooi ik hem hier. Zegt jou het wat? Nee. Nee. Nou, misschien komt hij zo. Zo meteen valt, hoor. Maar... Ja, misschien komt hij zo even terug. Andere vraag gaat nog even over de hulphonden. In hoeverre dragen bijvoorbeeld hulphonden bij aan invaliditeit en vermijding? Dus ik snap goed dat bij therapieresistente veteranen dit een oplossing zou kunnen zijn. In de praktijk zien we vooral de keuze voor invalidering gedurende behandeling. En dat is niet altijd helpend. Ja, dit is een hele mooie vraag ook. En je hoort eigenlijk bij de reacties ook al die vernieuwingen. Wanneer zet je het in? Ja. En ook zo'n hulphond is een hele belangrijke keuze. En Hulphond Nederland ook, die kijkt heel nadrukkelijk van... Is het een juiste timing? Want die is er altijd, die hond. Mm-hmm. Die is niet even daar, een paardentherapie of whatever. Nee, die is al. Dus wanneer zet je dat in en draagt het bij tot vermijding? Of zijn er andere factoren die eigenlijk... Ja, het dierwelzijn, dat is bijvoorbeeld ook een factor. Die hond die moet ook verzorgd worden. Hè? Ik stotte wat. Indicatiestelling van wanneer zet je het in? Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En draagt dat bij tot vermijding? En dan moet je die keuze daar heel zorgvuldig in formuleren. Ja, weer hoor ik dus, het is maatwerk. Ja. Ja, en ik denk ook, want wij werken samen met KGF dan ook. Hè, en wat je dan ook ziet met de indicatiestelling is dat je... als iemand een hond heeft, dat het in de vermijding maar... iemand moet eruit, zeg maar. Dus je gaat die vermijding juist probeer je dan ook te doorbreken. Door met die hond naar de supermarkt te gaan. En door dat je toch, je moet er 3-4 keer per dag uit sowieso van een hond. Dus mensen gaan vaker naar buiten. Ja. Dus het is inderdaad een belangrijke vraag, wanneer zet je hem in? Maar het kan ook wel, in die zin, is het een hulpmiddel om uit die vermijding te stappen. Ja, en juist stimulerend werk. Ja. Ja. Ik krijg hier door wat de CFT is, Compassion-Focused Therapy. Ah, ja. Kan als inzet bij diverse PTSS-behandelingen in de vorm van een resilience-groep. De feitelijke PTSS-behandeling ook ingezet worden. Hoe kijkt het panel aan tegen Compassion-Focused Therapy? Ja, ik vind het een hele mooie vorm. Hè. Dat is eigenlijk ook onderdeel van die derde generatie therapieën. Want wat is het? Nou, het is eigenlijk leren compassie te hebben. En dat is natuurlijk een begrip wat veel omvattend kan zijn. Compassie is eigenlijk dat je met aandacht kijkt ook naar hele moeilijke dingen. En eigenlijk met een soort van positieve intentie. En dat is iets wat mensen die langdurig ernstige klachten hebben wel eens verliezen. Die kunnen ook heel hard zijn voor zichzelf. Weinig kunnen verdragen van hun eigen tekortkomingen, zeg maar. Nou ja, als je op een gegeven moment je weg moet vinden en moet gaan accepteren, is zoiets als compassie enorm belangrijk. Hè? Je wordt zachter voor jezelf, je wordt zachter voor anderen. Mm-hmm. Je kan aandacht geven aan hetgeen wat je moeilijk vindt, zonder dat het ook meteen moet veranderen. In die zin is het een hele mooie therapie, vind ik. En overigens ook iets wat onder invloed van MDMA bijvoorbeeld enorm naar voren kan komen. Mm-hmm. Een soort rust, compassie en acceptatie naar jezelf, naar anderen. Wat vervolgens dan weer in therapie geïntegreerd kan worden. Ja. Maar compassion-focused therapie is een vorm van psychotherapie wat heel erg daarop focust. Ja, en heeft dat dan, zou dat dan ook in te zetten kunnen zijn bij waar we het net over hebben van joh, dit is het en hoe leer je dan omgaan met de situatie? Ja, ik denk dat wel. Net zoals acceptance en commitment therapy, dat is ook zo'n generatie cognitieve gedragstherapie, zitten dat soort elementen heel erg in. Nee. En het is niet alleen dat het gaat over specifieke klachten. Het is meer een andere houding aannemen ten opzichte van het leven. Ja. En hoe dat dan nu is. Ja, en hoe het nu is. Daarop aanvullend is het zo dat wij die verschillende maatschappelijke werkers op dit moment ook die acceptance commitment therapy vanuit de basis aan het volgen zijn, die opleiding. Om omdat we zien dat dat ook wel bij kan dragen, zeker bij de groep die uitbehandeld is, zeg maar. Omdat je dan is het zo, dus hoe ga je dat dan doen? Dus dat is wel een mooie aanvulling nog. Ja, dat is ook een mooie innovatie. Ja. Er wordt hier zelfs gezegd, en dat is volgens mij aanhakend op wat jij zei, Lisa, sociale steun wordt juist middels CFT bevorderd.
Ja, ik kan me voorstellen. Dat met compassie, dat gaat natuurlijk, ook daar zit iets sociaals in. Het gaat om compassie naar jezelf, maar ook compassie naar de ander en van de ander. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel erg bevorderend werkt. Ja, ja, we hebben de terugkeerreizen, virtual reality hebben we gehad. Is er nog iets wat jullie tot slot nog naar voren zouden willen brengen? Dat je denkt, nou, daar zou ik me eigenlijk wel hard voor willen maken als we het hebben over de zorg rondom veteranen. Nou ja, even een no-brainer hoor. Dit zijn vernieuwingen en die zijn gebaseerd op iets wat er al is. En dan denk je, oh, dat wij hier aan tafel zitten en je hoort hoeveel expertise dat er is. We hebben een fantastische infrastructuur, ik wil het gewoon even noemen. Ja. En we hebben hele goede therapeuten en hele goede professionals die heel goed weten wat wanneer. Maar het is zoiets van, ja, ik ben uitbehandeld, ik heb niks meer. Dat voelt, dit staat daarop van zorg als erezaak. Ik vind wel, oké, we moeten altijd verder durven blijven kijken. Van, ja. We geven de beste zorg. En als er aan de overkant van de plas iets bedacht wordt, dan gaan wij ook voor onze veteranen kijken. Vind ik hoor, dat is mijn grondhouding. Van oké, laten we dat proberen in te zetten. Ja. Maar het feit dat wij in Nederland echt heel blij mogen zijn met zo'n infrastructuur als we hebben, dat is geweldig. En die 10 jaar die daarin geïnvesteerd is, want het is hard gegaan, of 20 jaar vanaf het Veteraneninstituut, dat betaalt zich wel uit voor de rust die de veteraan ook kan hebben. Van oké, ik word wel goed opgevangen. We weten elkaar heel goed te vinden in een verkaveld gebied. Ja. Dus dat vind ik belangrijk om toch even over de toekomst te praten. Dus het is gewoon goed. Ja. En je blijft altijd kijken, nou ja, hoe kan het beter of waar vinden we de aanvullingen? Ja. Ja. Is dat een mooie afsluiter of hebben jullie daar nog iets moois aan toe te voegen? Nou, ik vind het heel mooi om te horen dat, wat had ik weer op de basis, ook werkt met zoiets als ACT, waardoor zaken meer op elkaar aan gaan sluiten, denk ik. Mm-hmm. Dat is, denk ik, als we nog een slag moeten maken, denk ik dat het samenwerken is altijd lastig. En dat doen we wel goed. Maar ik denk als we dat nog wat meer op elkaar kunnen afstemmen en behandeling niet, wat misschien in het beginsel een opzet dan curatief is, maar misschien toch niet helemaal oplevert wat het is, dat het ook een soort van overgenomen kan worden en dat het leren leven met een soort gemeenschappelijk gedragen iets wordt. Ja. Want sommige mensen voelen zich denk ik ook heel erg onder druk gezet om maar beter te worden. Mm. En die voelen zich dan misschien al tekortschieten. Ja. Terwijl die kunnen daar niks aan doen. En als we daar met z'n allen wat meer steun aan kunnen geven, denk ik dat dat ook heel waardevol kan zijn. Ja. Ik zie jou driftig knikken. Zeker. Ja. Ja. Nou, mooi. Ik vind het een mooie afsluiting van dit blok. Dank jullie wel dat jullie je ervaringen en je expertise hebben willen delen hier aan tafel. Ja, welkom terug weer allemaal bij de tweede ronde of tweede tafel hier. Ik heb een tafel vol met nieuwe gasten, want we gaan het hebben over moral injury. Maar ik stel eerst even de gasten aan jullie voor. Eventjes altijd goed kijken. Aan mijn linkerzijde, dokter Tine Molendijk, antropoloog aan het Nederlandse Defensie Academie en de Radboud Universiteit. Welkom. Dennis van der Kraat, veteraan en voorzitter van het Veteranen Search Team. Dan hebben we hier Erwin Kamp, hoofdkrijgsmachtraadsman Defensie. Net goed geoefend, hè? Dat zeg ik goed. Heel goed. En tot slot Jackie June ter Heide. Jij bent klinisch psycholoog van het ARC Centrum 45. Nou, hartelijk welkom allemaal. Zoals gezegd, we gaan het hebben over moral injury. Wat is het? Hoe herken je het? Hoe behandel je het? Ja, Tine, jij bent gepromoveerd op moral injury. En je bent ook projectleider van het onderzoeksproject Moral Injury in Context. Dus je weet er alles van. Ja, kun je ons even meenemen? Wat is nou moral injury? Ja, nou, kort gezegd is moral injury de psychische en ook sociale impact van morele schendingen. Dus van situaties die geweld doen aan de eigen normen en waarden, aan de eigen morele overtuigingen. En nou ja, zeker in de militaire context kan je denken aan situaties van morele dilemma's, waarbij iemand heeft moeten kiezen tussen twee kwaden. Kan denken aan tijdens uitzending onrecht moeten zien, menselijk lijden moeten zien en daarbij niet kunnen of mogen ingrijpen. Ook, wat je ook ziet is dat mensen zelf dingen gaan doen, grensoverschrijdend gedrag vertonen waar ze later spijt van krijgen. En dat kan flinke impact hebben. En die impact kan bestaan uit gevoelens van schuld en schaamte. Aan de ene kant heel sterke gevoelens van schuld en schaamte.
tegelijkertijd, ik zie dat vaak tegelijkertijd, kan er ook heel diepe boosheid, gevoelens van verraad spelen tegenover collega's die bij je situatie betrokken waren. De eigen commandant, de politiek in het algemeen die je op een bepaalde missie heeft gestuurd. Hè? Mm. En die impact, dus die gevoelens van schuld, schaamte, boosheid, dat is wat moral injury is gaan heten. Mm-hmm. In het Nederlands morele verwonding, kan je zeggen. En hoe ver verschilt het dan van PTSS? Nou, heel zwart-wit gezegd, want ik dat moet ik er wel bij zeggen. Ik maak het nu even heel simpel voor de beeldvorming. Maar als je het heel zwart-wit wegzet, dan zie je dat bij PTSS-onderzoek en PTSS-behandelingen ook nog altijd heel erg de focus ligt eigenlijk op levensbedreigende situaties. Mm-hmm. Situaties waarbij iemand, de persoon in kwestie, zijn eigen leven in gevaar is geweest, of in ieder geval het gevoel van veiligheid geweld is aangedaan. Mm-hmm. En bij qua klachten ligt dan ook heel erg de focus op angstgerelateerde emoties. Emoties, spanning, paniekaanvallen, bij plotse geluiden opschrikken, plotse agressie ook. Nou ja, dus daar ligt heel erg die focus op van veel PTSS-literatuur en PTSS-behandeling. Mm-hmm. En bij moral injury, en dat begrip is ook ontstaan vanuit onvrede van steeds meer behandelaars en onderzoekers ook, dat PTSS gewoon niet in alle gevallen de lading helemaal dekt. En bij moral injury ligt echt die focus op morele conflicten. En dus ook niet zozeer op angstgerelateerde emoties, maar op morele emoties, zoals schuld, schaamte en boosheid. Mm-hmm. En ik heb ook een slide meegenomen. Ah, ja. Als je in beeld kan. Dan zie je ook wel dat er is wel ook heel veel overlap in de klachten. Dus qua middelengebruik, concentratieproblemen, zie je gewoon heel erg overlap. Maar de focus van beide begrippen is verschillend. Ja. En nou ja, nog simpeler gezegd ligt bij PTSS, dus staat centraal dat het gevoel van veiligheid geweld is aangedaan. Ja. Bij moral injury dat het de beleving van een rechtvaardige wereld geweld is aangedaan. Dus dan heeft het nog meer impact op je eigen normen en waardesysteem? Ja. Ja. En hoe herken je het dan? De gevoelens van schuld en schaamte en boosheid, die ik zei, die staan daar echt wel centraal in. Wat wel het geval is dat dat vaak ook onbewust speelt. Dus dat je dat meer, dat niemand niet bewust is van zichzelf, bijvoorbeeld dat hij zichzelf iets kwalijk neemt. Maar die kan het opeens beseffen door, ik hoor vaak dat iemand zijn eerste kindje krijgt en opeens voelt dat hij zichzelf het geluk niet gunt. Omdat hij nog het gevoel heeft dat hij iets verkeerds heeft gedaan. En bij die boosheid zie je heel vaak een zoektocht naar erkenning. Soms ook naar boetedoening van bijvoorbeeld commandant of de organisatie voor wat die voor onrecht heeft gedaan. Dus op die manier is het meer te herkennen. Ja, maar is dat dan wat minder echt zichtbaar als bij PTSS? Dat weet ik niet zeker of je het zo kan zeggen. Nee, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Het is misschien wel goed te noemen dat waar PTSS toch meer, het is ook officieel een psychische stoornis. Mm-hmm. Dat geldt voor moral injury niet. En ik denk dat het daarbij ook relevant is dat moral injury wordt ook wel een verwonding aan de ziel genoemd. Mm-hmm. Hè? Of een beschadigd geweten, pijn aan de ziel. En ik vind dat soort termen wel heel inzichtelijk en mooi, omdat ze laten zien dat je ook wel verder moet denken dan heel strikt in de zin van een psychische stoornis. Mm-hmm. Want als eerste is het zo dat het gaat om zingevingsvragen. Het gaat om vragen van goed en kwaad. Mm-hmm. Het gaat om, om normen en waarden. En dat is meer dan strikte medische aandoening. Ja. Dat is pijn aan de ziel. Ja. En het heeft ook een hele belangrijke sociale component. Het gaat om beschadigde relaties met anderen. Schuld en schaamte is deels, het heeft ermee te maken dat je een ander iets aan hebt gedaan. Of in ieder geval leed van een ander niet hebt kunnen voorkomen. Ja. En het gaat er deels om hoe je jezelf door de bril van een ander bekijkt. Ja. Hè? Schuld en schaamte en boosheid heel letterlijk is ook op een ander gericht. Ja. Dus daar zit een hele belangrijke sociale dimensie in. Een morele en een sociale dimensie. Naast ook een psychische dimensie. En dat heeft wel heel concrete implicaties ook
voor hoe je het aan moet pakken. Ja. En behandelingen, ook zeker bestaande behandelingen, zijn daarbij heel helpend. Ook behandelingsmodules die specifiek voor moral injury nu worden ontwikkeld, die zijn helpend. Kun je voorbeelden noemen van behandelingen? Nou, ik ben zelf antropoloog van huis uit, dus die geef ik aan. Maar adaptive disclosure is bijvoorbeeld een behandeling die nu wordt ontwikkeld op het gebied van moral injury en waar ook wel wat over terug te vinden is. Waar ik als sociaal wetenschapper ook juist naar kijk, is dat naast die behandelingen ook de geestelijke verzorging een belangrijke rol kan spelen. Want die bij uitstek richt zich ook op normen en waarden en zingevingsvragen. En dat je ook daarnaast sociale initiatieven. Dus de behandelkamer kan heel erg helpend zijn, maar dan zet je wel nog in je eentje in die behandelkamer met een behandelaar. En bij een sociaal initiatief maak je weer contact. Ja, kan je weer die beschadigde relaties met anderen helen. Ja. En, ja, dus het speelt zich ook veelal misschien buiten de behandelkamer af dan? Ja, voor een groot deel wel. Of in ieder geval, beide is belangrijk. Een morele verwonding gaat over iets heel wezenlijks in jezelf. Mm-hmm. Maar gaat ook over... Het is ook relationeel. Het gaat ook over anderen. Ja. En, ja. En je zegt het al, het is dus de verwonding van de ziel. Nou, bijna poëtisch klinkt het hoe dat verwoord is. Hoe ga je er dan verder mee om? Wat zijn de resultaten bijvoorbeeld? Ja, bij die verwonding aan de ziel. Nou ja, dus een geestelijke verzorging kan helpen qua aanpak. Ik zie... Kijk, in Nederland heb je... Vroeger waren er allerlei rituelen voor teruggekeerde krijgers. Men ging met z'n allen, de gemeenschap was daarbij betrokken, een soort reinigingsrituelen had je, waarbij iemand ook weer in de samenleving gereïntegreerd was. Nu hebben we, even cru gezegd, een jaarlijkse veteranendag, wat heel belangrijk is, maar in de woorden van veteranen soms ook gewoon vooral een feestje voor de veteranen zelf. Ja. En wat interessant tegelijkertijd is dat je ziet dat veteranen zelf ook veel initiatieven ontplooien. Srebrenica-veteranen die hebben terugkeerreizen georganiseerd. Dus die gaan terug naar Srebrenica. Die lopen daar een vredesmars. En in hun eigen woorden ook, om weer contact te maken met de lokale bevolking. Om solidariteit te tonen met de nabestaanden. Boetedoening, sommigen noemen het ook zo, dat verschilt. En in Nederland heb je een voorbeeld van vrijwilligersinitiatieven naar de Nederlandse samenleving toe. Ja. En dan is het Veteran Search Team, waarvan we de voorzitter hier bij ons hebben, is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. Maar nog even kort samenvattend, gaat het dus heel erg om dat je initiatieven ontplooit, waarmee je die schuld- en schaamtegevoelens langzaam verzacht. Zeg ik dat zo goed? Ja, waarmee je weer vertrouwen kan krijgen in jezelf, ook in de goedheid van jezelf. Want dat vertrouwen in zichzelf kunnen mensen compleet zijn kwijtgeraakt. Die vinden zichzelf een slecht mens. Dus weer nuttig kunnen zijn, weer zinvol kunnen zijn voor anderen. Vertrouwen in jezelf en ook weer vertrouwen in de wereld om je heen. Ja. En ja, die beide kanten die zijn heel belangrijk. Ja. Ja, Dennis, je werd net al even kort geïntroduceerd door Tine. Jij bent voorzitter van het Veteranen Search Team. Maar jij hebt zelf ook ervaren wat dat is om een moral injury te hebben. Kun je ons daar eens kort in meenemen? Ja, dat kan ik. Ik kwam na een uitzending Afghanistan thuis. En mijn vrouw had al vrij snel in de gaten dat het niet helemaal liep zoals het lopen moest. En uiteindelijk heb ik na een paar jaar ben ik het hulptraject ingegaan. En kreeg ik vrij snel de diagnose moral injury, praten 2011. Waar ik op dat moment eigenlijk nog nooit van gehoord had. PTSS, daar had ik al vaak over gehoord. Ook wel bang dat ik de diagnose zou krijgen. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose moral injury. Ik weet nog dat mijn eerste reactie was, oh gelukkig, ik heb geen PTSS. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik wel achter dat je ook een heel traject voor de boeg hebt voordat je daar je plek in vindt. Nou krijg je dan zo'n diagnose, hè, moral injury. Wat herkende je dan in jezelf? De boosheid, schuld en schaamte. Ik heb nooit last van nachtmerries gehad. Maar het duurde wel tot een uur of 4, 5 voordat ik überhaupt in slaap viel. Er zit ook wel overlap in, hè, met PTSS-zaken.
Maar in de beschikbare, voor mij leesbare literatuur die er te vinden was, daar kon ik daar 100% in plaatsen. Ja. En dat kon ik niet in PTSS. Dus daar zat de herkenbaarheid voor jou in. Mag ik vragen wat het veroorzaakt heeft? Waar die schuld en schaamte dan vandaan komt? Ja, dat lag eigenlijk meer in de commandantenlijn tijdens de uitzending. Als je kijkt naar de dingen van buiten de poort, of het nou vuurcontact is geweest of wat anders, daar heb ik geen last van. Ik zeg zelf altijd, daar hebben we jaren voor getraind. En ik vind nog steeds dat we daar ook klaar voor waren. Maar meer eigenlijk de onverwachte zaken uit de commandantenlijn heeft mij een behoorlijke nasleep gehad. Mm-hmm. Ja, maar goed, dat is niet anders. Ja, en daardoor zijn er situaties ontstaan die ervoor gezorgd hebben dat jij die morele verwonding aan de ziel hebt opgelopen. Ja. Oké. Hoe ben je daar verder mee omgegaan? Heb je daar behandeling voor gehad? Ja, ik heb sowieso heel veel steun gehad aan mijn thuisfront, mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb heel veel geluk gehad met maatschappelijk werker en mijn behandelaar. Maar het werd me ook wel heel snel duidelijk gemaakt dat het probleem wat ik heb, daar kon ik niks aan doen. Maar hoe dat ik ermee omgaat, die heb ik wel in handen. Hmm. En die heb ik ook beet gepakt. En ik heb ook eigenlijk ieder dingetje waarvan ik dacht, oké, dat is onderdeel van mijn probleem. Die heb ik bij de ballen gepakt, om het zo maar te zeggen. En ook de personen waarvan ik dacht, oké, die zijn erbij betrokken. Die heb ik ook allemaal één voor één gesproken. En dat heeft voor mij heel veel antwoord opgeleverd. Antwoorden die ik graag wilde horen. Antwoorden die ik misschien niet had willen horen. Mm-hmm. Wat nieuwe vragen. Maar dat heeft voor mij wel heel veel duidelijkheid geschept. Mm-hmm. En rust gegeven. Dus dat je een helderder beeld kreeg van de situatie zoals die destijds was ontstaan? Kan ik dat zo? Ja, en ook of mijn beeld van de situatie destijds, of dat wel strookt met de werkelijkheid. Ja. In eerste instantie heb je, er gebeurt iets, het gaat je geheugen in. Maar klopt dat nog zoveel jaar later? Ja. Met wat er daadwerkelijk, nou goed, dat klopt allemaal in grote lijnen. Maar de aanleiding van iets, ja, als je het verhaal daarachter hoort, ja, dat maakt gewoon veel duidelijk. Ja. En dan, het heeft voor mij in ieder geval een hoop begrip opgeleverd naar de andere kant toe. En je hebt het veteranen search team heb je opgezet. Nou, heb ik niet alleen gedaan. Ik ben samen met mijn vrouw zijn we daarmee inderdaad begonnen. Zij was eigenlijk de echte aanstichter, om het zo maar te zeggen. Want van waar kwam het initiatief uit haar? Zij werd benaderd ten tijde van de vermissing van Anne Faber. Of wij daar iets in konden betekenen. Aha. En daar hebben we toen samen gelijk ja op gezegd. En zo is dat ontstaan. We hadden binnen, ik geloof 2 uur, hadden we 200 aanmeldingen. En we zitten op dit moment, gaan we richting de 1700 vrijwilligers. Uh-huh. Dat is 80% veteraan en 20% politie en overige uniformeren. En wat doet het veteranen search team? Wij zoeken op verzoek van de politie zoeken wij naar vermiste personen. Dat doen we in principe door heel Nederland. En dat kan zijn dat iemand net vermist is, net 2 uur vermist is. Maar dat kan ook zijn langdurig. Mensen die misschien al 10 jaar vermist zijn. We kijken heel goed naar de vrijwilligers. Het belangrijkste tijdens een zoekactie is niet de vermiste. Dat is echt de vrijwilliger, de veteraan. Hoe staat die op die dag in zijn schoenen? En is hij of zij degene die een vermist persoon moet aantreffen? Er zijn er ook genoeg. We hebben ongeveer 15% van de vrijwilligers die heeft een beschadiging. Op wat voor manier dan ook. En dan kijken we ook, oké, willen we dat jij mee gaat zoeken? Of gaan we voor jou kijken voor een andere passende functie binnen de stichting? Ja. Wat iemand niet kan, vinden we niet zo interessant. Daar houden we rekening mee. Maar we gaan ervan uit van, oké, wat kan je nog wel? En van daaruit gaan we verder bouwen. Ja. En wat brengt het, de veteranen, in het meedoen in dit search team? Trots, erkenning en waardering. Ik ben ervan overtuigd dat het een helende werking kan hebben. We hebben een heel mooi voorbeeld. Iemand aangetroffen tijdens de zoekactie. Die meneer was overleden. En die werd gevonden door 4 vrijwilligers. Waaronder een veteraan met PTSS.
Nou goed, we hebben daar wel een gelijk een nazorgprotocol hebben we voor. Die treedt gelijk in werking. En op de vraag van ja, wat deed het met je? Is nou, tijdens de uitzending heb ik iemand niet thuis kunnen brengen. En nu wel. Ja. Dus ja, dat is dan zeg maar het helende stukje wat er dan, ja, wat er dan in zit. En de veteraan die voelt zich daar ja, enorm blij mee. En we zien daar echt wel een hele positieve effect. En is dat ook wat het effect is op jou, dat je dit bent gestart? Ja, absoluut. Ja. Ten tijde van de oprichting zat ik nog thuis. Ik had in die periode nog redelijk last van een kort lontje. En ik heb wel gemerkt dat sinds dat de stichting draait, ja, dat ik daar steeds meer mijn weg in gevonden heb. Ja. Ik ben nog wel eens kort voor de kar, maar ik weet wel precies waar liggen mijn grenzen en wat is het moment waarop ik eventjes iets anders moet gaan doen. Dus ik heb nog wel klachten, maar ik heb niks te klagen. En dat is een hele andere... Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie conclusie. Ja. En je zei dat in 2011 had je de diagnose gekregen. Ja, en eigenlijk dus je kan nu zeggen dat je 9 jaar later... Ja, 8 jaar. Ik heb er denk ik 8 jaar over gedaan uiteindelijk. Om te staan waar ik nu staat. Ja. En daar ben ik dik tevreden mee. Ja. Ja. Nou ja, dankjewel Dennis dat je je verhalen met ons hebt willen delen. En dat we ook wat meer inzicht krijgen in wat betekent dat dan voor je. Maar ook zeker van hoe kun je het behandelen? Hè? Hoe kun je het voor jezelf leefbaar maken? Dus ja, dank. Graag. Dank dat je hier aan tafel bent gekomen. Ja, dus we hebben even een inkijkje genomen in wat is het dan precies? We hebben Dennis zijn verhaal gehoord, dus we gaan nu met de mensen hier aan tafel eens praten van hoe ziet het er dan in de dagelijkse praktijk uit? En dan schuift er een nieuwe gast aan tafel aan en die ga ik gelijk ook maar even voorstellen. Welkom, Otje Bakker-Bessie. Ja, alles wordt keurig netjes coronaproef gereinigd voor je. Want jij bent maatschappelijk werker hier bij de basis, hè? Ik ben maatschappelijk werker van de basis. Sinds 2014 werkzaam bij de basis voor veteranen en daarnaast ook voor politie, brandweer en ambulance. Oké, nou fijn. Welkom dat je hier aan tafel plaats wilde nemen. De behandelingen van moral injury. Jackie June, jij bent klinisch psycholoog. Jij geeft ook behandelingen aan veteranen met moral injury. Dat klopt, hè? Ja, momenteel vooral aan politiemensen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, zit er denk ik een grote overlap tussen die groepen ook wel. Dus, ja. En hoe ziet die behandeling eruit? Eigenlijk momenteel, de behandelingen die wij doen, die zijn sterk gebaseerd op de behandelingen voor PTSS. En de reden is dat... Sorry. Op de camera en dan... geen probleem. Ik hoop dat iedereen het mij vergeeft. Ja hoor, geen enkel probleem. Het idee is eigenlijk dat wat je bij moral injury hebt... is dat je vastzit in een bepaalde emotie. En dat heb je bij PTSS eigenlijk ook. Hè. Binnen PTSS staat vaak de behandeling van angst centraal. Maar binnen moral injury heb je heel veel last van die schuld en die schaamte. Yeah. En dat zijn ook emoties waardoor mensen gaan vermijden. En in die zin zit er een overlap dat de behandeling van moral injury... is ook voor een deel ook gebaseerd op het opheffen van vermijding. En dat heb je bij PTSS ook. Ja, en hoe ziet dat eruit? Kun je... concreet voorbeeld? Ik denk dat überhaupt een hele grote stap is dat mensen kunnen bespreken met hun behandelaar wat hetgene is waar ze zich zo schuldig over voelen of waar ze zich zo over schamen. Dat is een onthulling, zeg maar. Daarmee heffen ze vermijding op. Ja. En het andere belangrijke aspect, en dat hoorde je ook al, Tine zei daar iets over en Dennis zei daar eigenlijk net ook iets over, is de sociale vermijding kan heel sterk zijn. Dus ik denk een heel belangrijk onderdeel van de behandeling van moral injury is om sociale banden te herstellen. En zoals bijvoorbeeld Dennis zei, ik ben met mensen gaan praten. Mm-hmm. Misschien heeft hij zijn verhaal gedaan, maar hij heeft ook van andere mensen hun verhaal gehoord. En dan kan er herstel optreden en dan kunnen ook denkbeelden die je hebt, misschien over jezelf of over een ander. Mm-hmm. Over jezelf kan het zijn, ik ben niet oké, er is iets mis met mij, misschien zelfs ik ben waardeloos. Of over een ander, hij is niet te vertrouwen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat soort denkbeelden kun je dan ook corrigeren. Ja, dus en ik hoor je dus heel sterk zeggen ook het vermijden wordt langzaamaan opgeheven. Ja, dat wordt opgeheven. Opgericht. Ja, ja. Ja. Ja, waardoor mensen inderdaad weer in de maatschappij komen te staan en een bijdrage kunnen leveren. Misschien zelfs op een
gegroeide manier, zeg maar. Dat klinkt een beetje raar, maar dat je dat moral injury als het ware ook een manier kunt zijn waarop je moreel kan groeien. En ik denk een deel van de behandeling is daar ook op gebaseerd, dat mensen zich bewust worden van hun eigen normen en waarden en ook gaan nadenken over wat ze daarmee eigenlijk willen doen. Ja, dus daar dat eigenlijk nog bewuster inzetten dan voorheen. Zeker, zeker. Oké. Erwin, jij hebt een andere aanpak, heb ik begrepen, die wat meer gebaseerd is op rituelen, kloosterrituelen. Ben ik goed geïnformeerd? Of, Ja, dat is een onderdeel. Ja. Een onderdeel. Ik werk als geestelijk verzorger. Hm. Wat Tine zegt, een verwonding aan de ziel. Dus ik kijk vanuit een holistische visie naar de mens. Hm. Dus niet vanuit alleen de psychologie of vanuit de psychiatrie. Ieder mens heeft een levensbeschouwing. En bij een levensbeschouwing of levensovertuiging horen waarden en normen. In die zin, ik hoor heel vaak mensen praten over behandelen. Maar ik ben niet zo voor behandelen. Dennis zei net zelf al, eigenlijk heb ik geleerd om het te leren integreren in mijn leven. Hoe moet ik ermee omgaan? Mm-hmm. En alles wat ik doe, is niet evidence-based. Okay. Dat is best interessant, hè? Want we onderzoeken vaak ook of therapieën helpen. Nou, ik las laatst een onderzoek dat maar 50% aansluit, hè, dat helpt. En ik denk dat we heel veel dingen laten liggen door het heel erg in een medisch model te trekken. In Amerika wordt bijvoorbeeld gesproken over soul repair. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, de ziel repareren, hè, dat klinkt als een motorblok waar je aan gaat sleutelen. Jonathan Shea is juist de psychiater, een van de founding fathers of moral injury. Die heeft gezegd, nee, hè, we moeten eigenlijk mensen niet in die behandelkamer uitgaan van brain and mind, maar een andere aanpak kiezen. Nou, een van de dingen die we gedaan hebben, daar zijn we nu, in december gaat een vierde pilot van start. In Velp, in Brabant, hebben we een oud klooster gevonden en daar komen volgens niet alleen veteranen, maar ook politieagenten samen in een groep van 6-7 mensen. Mm-hmm. Ja, want ik denk ook 1-op-1 is aardig, maar het is misschien ook goed, want veteranen hebben ook behoefte om met elkaar te spreken. Yeah. We beginnen met yoga. We doen een stiltewandeling. We doen aan horse coaching. We doen een mandala tekenen. Mm-hmm. Veteranen moeten zelf een ritueel bedenken. En ja, ik denk dat het is nog te vroeg, maar als ik de evaluaties wat ik met de mensen doe na die week hoor, mm-hmm, zijn mensen eigenlijk ontzettend enthousiast. Omdat ze hebben leren zien wat die moral injury altijd voor hen heeft betekend. Mm-hmm. Zonder daar woorden voor te vinden. Hè. Dus toen wij ook in 2011, Dennis vertelde daarover, heel veel veteranen die voelden wel dat er iets aan de hand was, mm-hmm, maar die wisten niet zo goed wat. En ik denk door juist met elkaar daarover te praten, hè, en alles wat, ja, misschien een beetje buiten het reguliere zorgplan valt, hè, dat heel veel winst oplevert. Nou ja, geestelijke zorg bij uitstek, hè, dat zijn natuurlijk mensen die geschoold zijn in het omgaan met rituelen. En vroeger had je al binnen de Rooms-Katholieke Kerk de biecht bijvoorbeeld. Mm. Maar ik denk dat daar nog heel veel winst is te boeken. Kan ik zeggen dat jij dan nog dieper graaft naar die zingeving? Ja, weet je, ik heb het wel eens gezegd, moral injury is niet van iemand. Hè? Dus je moet uitkijken dat je het gaat claimen. Dat je zegt van ja, het is alleen van de psycholoog of van de psychiater. Ik denk overigens dat het ook voorkomt buiten veteraan om. Hè? En ik noem het ook omdat ik met Dirk de Wachter ook van mening ben dat het leven is soms ook een gedoetje. Hè? Wij willen wel zien alsof het leven altijd maar maakbaar is en succesvol. Maar het helpt al als je je realiseert vooraf, en daarom vind ik die educatie over moral injury ook belangrijk, en dat je je realiseert dat dit soort dingen kunnen gebeuren, dat dit ook bij het leven hoort. Ik wil daar niet mee zeggen, je moet er maar mee leren leven. Mm-hmm. Maar als het gaat om veerkracht, weerbaarheid, heel vaak stellen we de vraag, wat kunnen we aan moral injury doen? Dan wordt er gezegd, ja, we gaan behandelen. Maar misschien is wel interessanter de vraag, hoe kunnen we moral injury voorkomen? Mm-hmm. En ik weet dat Tine daar ook in een onderzoek ook mee bezig is. Hoe kun je een organisatie nou inrichten, ja, zonder dat mensen een moral injury oplopen. En dat heeft voor mij ook heel vaak te maken met leiderschap. Mm-hmm. En dat staat ook een beetje in Dennis' verhaal verborgen. Ja, van hoe ga je als leider om met mensen? Daar ontstaat gelukkig steeds meer zicht op. Mm-hmm. Ja, dus ja, ik denk behandelen, oké. Maar ik zie wel een gevaar. En dat is vooral dat straks moral injury weer getrokken gaat worden in een DSM 5 of 6 kwalificatie. Ja, dat zou ik wel heel erg jammer vinden, omdat je daarmee, denk ik, het begrip tekort doet en de mensen
waarvoor je dit mooie werk doet, ja, zeg maar, daar niet verder mee helpt. Oké. Nou, dank. Ootje, als maatschappelijk werker, hoe kijk jij tegen moral injury aan? Ik ben blij dat het nu meer de aandacht krijgt, moral injury. Want in ons werk als maatschappelijk werkers merken we dat dat ook een rol speelt. Alleen onze intake is veel meer sterk gericht op PTSS, ingrijpende gebeurtenis die mensen hebben ervaren. En daar focussen we ons eigenlijk op. En later, in de loop van de hulpverlening, maar ook binnen de GGZ, komt pas dat stukje moral injury pas naar boven. Moral injury zien veteranen ook niet als een van de eerste problematiek waar ze mee hebben. Maar als PTSS zich manifesteert, dan zijn er heel veel problematieken in zo'n situatie. Als man, kostwinner, opvoeder, faalt die al ook. Dus op heel veel levensterreinen heeft hij al problemen. Dus je zal eerst moeten kijken, wat pak je eerst? En dat doe je dan ook met in ons regionaal cliëntoverleg met de tweede lijn. En we hebben hier nu twee verschillende aanpakken gehoord. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw rol? Ik denk dat het heel goed is om van verschillende invalshoeken te kijken hoe kunnen we de veteraan het beste helpen met moral injury. Ik heb ooit een Libanon-veteraan, die is weer in behandeling gegaan, nadat die eerst behandeld is aan zijn PTSS. Bij de tweede behandeling heeft pas een psychiater de vinger op de zere plek gelegd. En dat is waardoor hij zegt van, goh, er is een last van me afgegaan. Het is wat jullie zeggen, mijn ziel is als het ware schoongewassen. De klachten zijn niet weg bij deze man. Hij heeft nog slaapproblemen, maar hij heeft wel alles geaccepteerd zoals het is. Zijn kwaliteit van leven is beter geworden. Dus het is wel zaak dat moral injury wel opgepakt wordt. En je zegt ook, in het begin kijk je vooral ook of naar PTSS, of wordt het eigenlijk door allerlei andere zaken overgenomen. Is er iets waardoor je al sneller tot deze indicatie zou kunnen komen? Als ik het woord indicatie kan noemen. Nou, wat het belangrijkste is, dat de existentiële ontmoeting plaatsvindt met de cliënt. En daar maakt het niks uit of het een psychiater is, geestelijk verzorger of een maatschappelijk werker. Zonder contact geen hulpverlening. Ja. Dus die contact is zo belangrijk. Als die contact plaatsvindt, dan kun je heel veel met die cliënt bereiken. Ik ben zelfs, de aansluiting is dus van belang. Ik ben zelf geschoold in seksspecifieke hulpverlening. Het verhaal van Dennis is heel mooi. Zijn gevoel van eigenwaarde wordt opgekrikt op het moment dat hij weer die search team heeft opgezet. Dat geeft hem kracht. En dat geeft hem zin en betekenis weer in het leven. Dus dat zijn interventies die heel belangrijk zijn voor veteranen. Ja, en wat ik hoor is eigenlijk dat er zijn er meerdere schakels eigenlijk ook voor nodig om tot dit punt te komen. Klopt, ja. Ik krijg hier een mooie opmerking via de chat binnen. En die leg ik maar gewoon even aan jullie allemaal voor. Is moral injury niet gewoon menselijk fenomeen dat bij het menselijk lijden hoort? Nou, jij zei het net al eventjes, Tine. Ja, nou, ik denk dat goede opmerking en dat sluit, of goede vraag, het sluit wel aan bij wat er gezegd wordt. Deels morele dilemma's, daar last van hebben, dat hoort bij het leven, dat heeft iedereen. En dat is ook belangrijk om niet alles te snel willen op te lossen. En, dus ook die acceptatie is belangrijk. Maar er zijn wel gradaties. En dat wordt wel ook genoemd de gradatie tussen frustratie, stress en echte verwonding. En ook dat, om recht te doen aan morele verwonding en mensen met morele verwonding, is het wel belangrijk om te voorkomen dat er inflatie van het begrip komt. En dat niet alles moral injury gaat heten, want dan krijg je dus ook als reactie, ja, dat hoort bij het leven. En daarbij ook, denk ik, juist heel interessant dat we alle aanpakken hoort. En het is niet het een of het ander. En behandeling ook, zoals Dennis vertelde, ook voor hem is die behandeling juist heel nuttig geweest. En tegelijkertijd ook al die andere zaken. En dus dat speelt tegelijkertijd. Ja. En, dus het blijft ook een keten aanpakken. Het blijft een keten, ja. En aan de ene kant, zeker hoort het bij het leven. Tragiek hoort bij het leven. Lijden hoort bij het leven. Maar je doet ook mensen tekort. Want er zijn ook oplossingen zijn antwoorden. Ja. En dat kan het gevaar zijn als je zegt dat iemand die flink getraumatiseerd is
dat bij je... Ja, precies. Nou, je zei ook al het begrip, ik weet niet meer, het mag niet afkolven of hoe noem je het? De inflatie. Ja, er mag geen inflatie op plaatsvinden. Want hier is nog een vraag. Is er een screeningsinstrument om moral injury naar boven te krijgen? Ja, er zijn een aantal instrumenten inderdaad. En bijvoorbeeld de MIS is een kort instrument waarmee je vraagt naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en ook of mensen er last van hebben. Mm-hmm. En als het goed is gaan we ook in 2021 starten met een studie naar moral injury onder hulpzoekende veteranen. En dan is dat hopelijk een van de instrumenten die we gaan afnemen. Omdat we eigenlijk nog niet zo goed een beeld hebben van bij Nederlandse hulpzoekende veteranen. In hoeverre speelt dit nou? Ja. Ja, dus daar is al een instrument en dat is dus in ontwikkeling. Ja. Mag ik nog even reageren op wat Tine net zei? Ja, wat misschien wel goed is om toch te zeggen. Het is inderdaad, je hebt een mooi inzicht, kan je in lagen zien als het ware, ook qua ernst. En het is wel goed om je te beseffen dat als mensen echt in die top zitten, waar ze echt zwaar moreel getraumatiseerd zijn, dat het ook samen kan gaan bijvoorbeeld met zelfbeschadiging, met suïcidepogingen, met alcoholmisbruik. En dan kan je inderdaad ook niet meer zeggen van het hoort bij het leven. Nee. Hè? Dat is iets wat ik nog even wilde noemen. Ja, nee, precies. Dat zijn die gradaties waar je het over hebt. Ja. Hebben we niet te veel afgeleerd om gezond te rouwen en te verwerken? Ja, dat is misschien een beetje in de lijn, maar ik kijk even naar jou, Erwin. Ja, dat is een schot voor open doel. Ja. Ik denk het wel. Nou ja, wat je net zei ook, eigenlijk sluit een beetje aan op de eerste vraag die je binnenkreeg. Kijk, ik denk dat de samenleving wel zo is ingericht vandaag de dag, dat alles leuk en gezellig moet zijn. Mm. Dus in de zin van weerbaar zijn. Kijk, moral injury is niet iets wat een moderne aandoening is. Ik denk zelfs als je de Griekse tragedies leest, lees ook een Ajax, bijvoorbeeld, die een moral injury, dat zie je daar ook in terug. Mm-hmm. Ik denk alleen door beter te kijken en het beter te omschrijven, kan je ook steeds beter mensen helpen. Yeah. En het is natuurlijk wel iets wat vandaag de dag, ik heb zelf 15 jaar bij het Korps Mariniers gewerkt, als je jongens binnen ziet komen van een opleiding, en dan hebben ze al een hele zware keuring, maar die zijn vooral opgegroeid in een tijd dat ze heel erg op zichzelf zijn, individueel, met spelcomputers. Ik chargeer een beetje, maar ja, ik denk als je in het leven al het nodige misschien aan weerstand hebt gekregen. Ik zit bijvoorbeeld heel vaak te denken aan moral injury, aan vluchtelingen die hier naartoe komen. Ja. Ik denk dat een mega, dat dat heel erg veel voorkomt, maar dat het ook heel erg cultuurbepaald is. Ja. Ja, Tine zei al, is antropoloog, maar ik denk al hoe veteranen worden binnengehaald na een uiting. Ik ben laatst eens gaan kijken bij de Srebrenica veteranen hoe zij afgeschilderd zijn in de media. Ik heb de krantenkoppen nou opgespaard. Dat doet iets met mensen. Ja. Dus laten we ook als samenleving, het is ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving hoe we ermee omgaan. Het is niet alleen maar iets wat in de behandelkamer aan de orde moet komen. Het is ook iets van de samenleving. En ik denk dat we veteranen bij moeten staan daarbij. Ja, ja. Ja, en je zei al van, nou ja, zo kwamen zij terug van Srebrenica. Ik hoor jou zeggen van, joh, eigenlijk zouden we ook veel meer weer rituelen moeten hebben. Je komt terug en dan, hoe de oude krijgers het hadden. Ik hoorde jou ook nog zeggen, de leidinggevende. Dus het is eigenlijk iets van van de hele maatschappij, van de hele organisatie, hè, om dat voor te zijn en om te kijken dat je die verwonding aan de ziel zo min mogelijk, of zo groot niet zo groot mogelijk laat worden. Nog even in vergelijking met PTSS. Volgens mij is het geen diagnose die herkend wordt, de moral injury. Klopt dat? Nee, ja. Dat is inderdaad een dilemma. Ja. Juist als het gaat, de vraag... Het is geen officiële diagnose, het staat niet in de DSM. Dus in die zin is het niet officieel erkende stoornis. Aan de ene kant hebben degenen die het begrip hebben geïntroduceerd ook dat niet zo bedoeld, juist om ook... Dus die breedte in te kunnen. Ja. Van, het is meer dan pathologie. Mm-hmm. Het is dus die zielsverwonding. Aan de andere kant is het lastige dat... heel praktisch. Zorgverzekeraars om behandeling te hebben, moet je een diagnose hebben. Yeah. Ook de naam moral injury kan mensen al heel erg helpen, hè, om grip op hun eigen probleem te krijgen. Om er een taal voor te krijgen. En daarvoor is een diagnose wel weer nuttig. Mm-hmm. En voor erkenning en voor überhaupt dus... compensatie te krijgen, om ook een appel te doen op andere partijen, de eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is een heel complexe,
dilemma met of je het nou wel of niet een diagnose zou moeten laten willen worden. Ook, ja. Misschien een aanvulling op Tine. Ik vind het ook iets van de politiek en defensie zelf om daar iets mee te doen. Mm-hmm. Ik herken het als zodanig. Ik zie wel de worsteling, want ik weet dat er ook vragen door Kamerleden gesteld worden bij de veteranennota. Ja, dan wordt er geantwoord, we zijn ermee bezig. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf niet wist toen ik met veteranen contact kwam en hierover ging spreken, dat veteranen tegen mij zeiden, ja Erwin, ik krijg de diagnose PTSS, maar ik heb helemaal geen PTSS. Mm. Ik heb moral injury. Mm. Ik heb geen last van nachtmerries. Mm. Maar andersom gebeurt ook. Dat mensen zeggen van, nou ja, ik denk dat ik PTSS heb, maar mijn behandelaar zegt, nee, je bent een moral injury. En wat je daarmee krijgt, is dat sommige mensen heel erg wantrouwend kunnen worden. Mm. Want die denken bijvoorbeeld, ah, Defensie wil niet voor mij betalen. Mm. Dus ik krijg een andere diagnose dan ik heb. En ik vind dat je eigenlijk daarin in die discussie, dat je dat moet voorkomen. Ja. Ik heb een collega zelf die is gaan procederen. Dat was volgens mij de eerste juridische kwestie ten aanzien van het omgaan met moral injury. Die is naar de Raad voor Beroep gegaan. Die had de diagnose PTSS. Die krijgt een vraag voorgelegd aan een rechter. Ja, die rechter die gaat toetsen aan de bestaande regelgeving. En daar komt moral injury dus niet in voor. Dus hij is afgewezen. Ja. En ik vraag me dan wel af, ja, we zijn nu al, hè, Dennis had het over 2011, we gaan straks naar 2021. Hoe lang kan het nog voortduren dat wij zeg maar dit een beetje een zwevend begrip laten zijn? Mm-hmm. Mag ik daarop reageren? Ja, zeker. Want ik denk, het duurt ontzettend lang, hè, voordat een nieuwe diagnose in de DSM komt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar complexe PTSS, volgens mij is voor het eerst in 1994 dat die term viel en uiteindelijk in 2017 is die in de ICD-11 gekomen. Dus die processen gaan heel erg traag. Wat misschien wel handig is, is om te realiseren dat het begrip moral injury, dat is eigenlijk zo geïntroduceerd in de periode dat we DSM-4 hadden. En nu hebben we DSM-5 en er is een breder palet aan symptomen gekomen. Dus de overlap is daarmee eigenlijk ook vergroot. Dus je kunt wel meer symptomen van moral injury kwijt als het ware in die diagnose. En inderdaad, omdat die diagnose ook zo belangrijk is voor allerlei regelingen en zo, biedt dat wat hulp misschien, zeg maar. Zijn de tegenstellingen tussen PTSS en moral injury daarmee ook minder groot geworden? Ja, dus aan de ene kant, hè, moet het niet een, ja, hoe moet je het zeggen, een psychiatrische aandoening worden. Hè? Want je moet ruimte laten. En aan de andere kant wil je wel dat er zorg verleend kan worden en dat die vergoed wordt. Dus daar zitten, zitten we met z'n allen in. Ja. Misschien nog een kleine aanvulling erop. Mensen die maar diagnose, ik wil zo nog even twee vragen beantwoorden. Want die krijgen een MIP, militair invaliditeitspensioen. Mm-hmm. Kijk, wat zou al hele stap zijn als mensen ook de juiste, hè, bijvoorbeeld een getrettenweek krijgen aangeboden. Mm-hmm. Als ik met mensen spreek die daar hebben deelgenomen, die zeggen, dit had eigenlijk veel eerder moeten gebeuren. Ja. En dit zou een standaard onderdeel moeten zijn van de zorg. Nou ja, die sluit misschien wel aan bij deze vraag van, het gaat nu vooral over de behandeling en diagnose van moral injury, maar hoe zouden we het voor of tijdens missies kunnen voorkomen? Ik weet niet, OJ, is dat een vraag die jij zou kunnen beantwoorden? Nou, ik denk dat je het niet kan voorkomen. Je kan het zoveel mogelijk voorkomen, maar ik denk dat toch situaties bij uitzendingen vrij, dat je daar dit soort dingen kan oplopen. Ja. Ja. En dat het toch altijd nodig is voor een goede opvang. Ja. Mag ik daar iets op antwoorden? Ja. Ik denk wel dat je het kan voorkomen. Wat wij doen vanuit de geestelijke zorg voordat mensen op uitzending gaan, is naar Beukbergen, het vormingscentrum. En dan praten mensen niet op een operationeel niveau, maar elkaar beter leren kennen. Mm-hmm. Hoe denk je over de dood? Maar ook een onderwerp als moral injury kan daar besproken worden. Natuurlijk heel laagdrempelig. Een ander ding is dat ik denk dat het ook in de opleidingen, met voorlichting. Ik ben zelf alle Kamerleden met Defensie in portefeuille langs gegaan. Heb ik over moral injury verteld. En een jaar of 2-3 geleden is een motie in de Kamer aangenomen. 130 mensen hebben voorgestemd om het ook in de opleidingen te benoemen. Hè? En ik denk als leidinggevende weten dat dit bestaat, dat je er al iets kan doen. Iets anders wat je kunt doen is dat je je stress kan reguleren. Hè, ik heb veel contact met jongens van de Marshof, mariniers, die doen aan yoga. Ik denk dat yoga bijvoorbeeld ook al heel erg kan helpen in het voorkomen van hoe jij omgaat met bepaalde stressverhogende activiteiten. Ja, ja.
Het is ook wel leuk, want in het vorige blok hadden we het over innovaties. En dan kwam yoga naar voren, de paardencoaching kwam daarin naar voren. Dus dat waren behandelingen die hier in ieder geval heel goed op aan zouden kunnen sluiten. Ik heb hier nog een laatste vraag. Wanneer is het dan een verwonding? Wanneer het je ernstig belemmert in je dagelijkse leven? En of wanneer je er zonder ondersteuning zelf niet goed uitkomt? Nou, ik zou me daar wel willen aansluiten, in de zin dat ik denk dat verwonding echt te maken heeft met het belemmeren van het leven en hoe erg je in je functioneren beperkt wordt. Dat is misschien, hè, die afbakening is meer ook jouw, waar jij heel erg mee bezig bent. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar... Nee, ik weet echt niet. Nee, dus wanneer is het een verwonding dat het je ernstig belemmert, of wanneer je zonder ondersteuning zelf niet goed uitkomt? Nou, ik denk, het is altijd zinvol om die lagen te onderscheiden. Inderdaad, net als dat je kind valt op straat of zo. Als je een geschaafde knie heeft, dan zeg je ook niet, je hebt een verwonding. Maar het gaat natuurlijk inderdaad in de mate van invalidatie. Op een bepaald moment moet je natuurlijk wel zeggen. En wij hebben ook we hebben dingen geschreven over moral injury. En hoe moet je dat nou vertalen in het Nederlands? Hè? Moet je nou altijd die term moral injury handhaven? Of ga je spreken van verwonding? Ik schrijf nu soms wel ook over trauma, moreel trauma. En dan heb je natuurlijk wel over die bovenste laag. Mm-hmm. Als mensen daaronder, hè, met morele frustratie of morele pijn, dan ga je meer zeggen van ja, dat inderdaad hoort bij het leven. Dat heeft iedereen. Maar er zijn op een bepaald moment ook niveaus waarin er mensen heel erg door belemmerd worden. Dan zou je het woord trauma kunnen gebruiken. Ja. Rond. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook die lagen die jij aangaf. Misschien vanuit de geestelijke zorging. Ja. Want dat is een begrip wat wij vandaag de dag een beetje kwijt zijn geweest. Dat wij een geweten hebben. Hm. Want er wordt over trauma gesproken. Ik denk dat een geweten... Iedereen heeft wel eens gewetensvroeging. Zeker als je over schuld en schaamte spreekt. Hm. Weet je zelf wel wat je geweten tegen je zegt. Ja. Dus ik vind dat ook een belangrijk begrip, wat misschien ook wat meer invulling kan krijgen. Ja. Ootje, tot slot nog even, vanuit jouw rol als maatschappelijk werker, hoe ervaar je hoe de veteranen erop reageren? Veteranen zien het eigenlijk... Ik heb het ooit aan een veteraan gevraagd en die zegt van, nou, ik zie het als één geheel. Ik zie het niet, ik split ze niet uit, moral injury en PTSS. Dus die zien het meestal als één geheel en lopende de behandeling of het leven, dan komt pas het stukje van moral injury op tafel. Mm-hmm. En het is eigenlijk, vaak is het alleen maar boosheid, dat voordat ze bij schaamte en schuld komen, ja, dan ben je al een stuk verder in de behandeling of in het leven. Ja, ja. Ja. Tot slot, Tine, het is toch behoorlijk complex, hè, als we het zo allemaal bespreken. Hoe groot is het eigenlijk? Ja, het fenomeen, moral injury. Nou, als ik kijk, zoals je ziet de cijfers, hoeveel mensen, hoeveel militairen met ernstige morele dilemma's te maken krijgen, daar last van hebben, hoeveel mensen ook aanslaan op die term, dat is ook niet voor niks. En om het nu even zonder de specifieke afbakening te zeggen, heel groot. Ja. En ik denk niet voor niks dat er daarvoor zoveel interesse ook naar is. Ja. Ja, en ons half uur zit erover op, maar ik heb het idee dat we de rest van de dag nog wel over konden praten met elkaar. Ik wil jullie hartelijk danken dat jullie hebben plaatsgenomen hier om je expertise te delen. En het laatste woord is er natuurlijk nog niet over gezegd. Moral injury, interessant onderwerp. We gaan feestelijk afsluiten. Want het is tijd voor de uitreiking van de Kennis Award. De winnaar van vorig jaar, Wietse Verhaar, had de eer om dit jaar de award uit te reiken aan de winnaar 2020. En normaal gesproken zijn jullie gewend dat Uri Rosenthal een mooie speech houdt. Die heeft hij zeker ook gehouden, maar op locatie. En daar hebben wij opnames van gemaakt, dus daar gaan we naar luisteren. En we gaan natuurlijk kijken naar de reactie van de winnaar. Heeft het de collegialiteit des te meer even onderstreept? Het heeft me wel verschrikkelijk veel leuke en verschrikkelijk veel interessante ontmoetingen gebracht. Heel veel mensen die in contact waren, ook heel veel mensen die me nog wel even herkenden. Heel veel mensen die uw geweldige toestemming.
toespraak van vorig jaar nog aanhalen. En waarvan uit weer verschrikkelijk veel mooie samenwerkingen ontstaan. Heel goed. Ja, en dan mag ik dus nu die LZV Kennis Award gaan uitreiken naar de nieuwe winnaar. Ja, zeker. En dat wil ik toch wel met heel veel plezier doen. Want die LZV Kennis Award, die geeft dus echt uitdrukking, hè, ook het beeldje dat erbij hoort en dat aangereikt wordt. Dat beeldje dat drukt uit dat je door echt de krachten te bundelen, en dat heb jij ook steeds gedaan, de samenwerking op een hoger plan kunt tillen. Dat zal blijken uit hoe dat beeldje eruit ziet. En kijk, en die LZV Kennis Award, daar was nu weer een reeks van voortreffelijke kandidaten. Maar er was er één die daar weer uitsprong. En het is dus voor mij ook een eer en een genoegen om die te mogen uitreiken aan Bijka Mensink. Ik ken Bijka, want ik heb Bijka ontmoet ook toen ik een werkbezoek bracht bij de stichting Centrum 45 in Hoogstgeest. En toen viel me al op haar gedrevenheid en vooral ook de manier waarop ze met anderen dan die samenwerking tot gelding brengt. En ik moet zeggen, Wietse, dat Bijka, ik heb dat eens even natuurlijk bekeken, Bijka heeft een fantastische combinatie van twee zaken die zo belangrijk zijn. Het ene is gewoon puur de deskundigheid die ze heeft, dankzij ook haar opleidingen. En tegelijkertijd ook, en dan wordt het toch even, ja, dan grijp je dat toch wel even aan, het feit dat ze dus ook ervaringsdeskundige is, en niet zomaar, ze heeft dus ook in Tarinkaut in Afghanistan, heeft ze onze mensen daarbij gestaan in een van de moeilijkste missies die we in ons militaire bestaan hebben gehad. En ik moet zeggen dat dat mij bijzonder heeft getroffen. En daarna is ze dus bij de Stichting 45, Centrum 45, gaan werken. Hè? En Bijka, je hebt daar dus ook steeds op uitdrukking gebracht waar het bij die LZV Kennis Award echt om gaat. En dat is samenwerken, collegialiteit. En dat dan niet alleen met deskundigheid, maar ook vooral met heel veel passie en heel veel plichtsbesef. En als ik dat allemaal bij elkaar pak, dan denk ik dat die LZV Kennis Award bij jou, Bijka, in zeer goede handen zal zijn. En je mag hem ook dan hoog optillen om inderdaad die samenwerking naar een hoger plan te brengen. En ik voeg nog één ding aan toe. Je gaat dus nu een bepaalde specialisatie doen. Dat heb ik ook begrepen. Je gaat dus iets nieuws doen. En ik ben ervan overtuigd dat juist als je verder gaat specialiseren, dat je dan niet in die bubbel van het specialisme gaat zitten, maar juist daar ook de samenwerking met anderen binnen die specialisatie, maar ook daarbuiten, echt ook weer stevig onder de aandacht zal hebben. En vandaar ook nogmaals gefeliciteerd met deze eervolle LZV Kennis Award. Het ga je ook in de toekomst heel goed. Goeiedag allemaal. Ik kom net bij Uri vandaan. Het was natuurlijk een onwijs leuke bijeenkomst waar hij ons allen wist te vertellen dat Bijka Mensink de Kennis Award 2020 voor het LZV heeft gewonnen. Nou, ik heb hem hier bij me. En gaan jullie mee naar binnen? Dan gaan we hem uitreiken aan de. Volgende week is de LZV Contactdag. En daarbij reiken we natuurlijk al een aantal jaar ook de LZV Kennis Award uit. En met het uitreiken van de LZV Kennis Award 2020 is er met in oorverdovende unanimiteit gekozen voor het uitreiken van de LZV Kennis Award aan jou. Echt? En daarbij heb ik de ongelofelijke eer om jou allereerst de Kennis Award zelf uit te reiken. Thanks. En daar hoort dan nog een videootje bij. En die wil ik je heel graag laten zien. Bijka, en bij deze van harte geluk gewenst met deze zeer eervolle en terechte prijs. De LZV Kennis Award. Hou hem in eer.
Contact Command Audio. Ja, nou, ook vanaf deze plek Marijke van harte gefeliciteerd met het winnen van de Kennis Award. Er hebben heel veel mensen hun stemmen uitgebracht, dus ook hartelijk dank voor het enthousiaste stemmen. Ja, daar staan we weer, Berend. Ja, ruim 2 uur verder. Ja. Een hele reis afgelegd. Ja, ja, zeker. Nou, jij hebt de gesprekken aan tafel online gevolgd. Ja, wat is je het meest opgevallen? Wat is me het meest opgevallen? Nou, ik denk, wat je vandaag gezien hebt, is het belang van een keten. Dat moet ik natuurlijk ook zeggen als voorzitter van een ketenorganisatie. Ja. Ben ik me heel goed bewust hoor, jongens. Ja. Maar het is denk ik echt zo. Als we kijken naar wat we nou vanochtend gehoord hebben, dan is het hele spectrum in beeld geweest. Ja? En steeds vertrekkend vanuit die veteraan, wat hem of haar kan overkomen en welke last je kunt hebben. En dan kijken we 's ochtends naar wat je kunt doen om ernstige problematiek te behandelen. Nou, dat is 1. Met het belang van innoveren. Waarbij denk ik heel duidelijk naar boven kwam dat je continu moet oppakken dat wat voorhanden is, maar wel kritisch moet blijven kijken en dus ook goed onderzoek moet doen naar wat dan uiteindelijk bij de standaard toegevoegd moet worden. Maar ja, dat is maar een stuk van het verhaal. En zeker als je wilt, als organisatie wilt kijken vanuit die, met die bril van duurzame gezondheid op je neus, dan is het net zo belangrijk dat je gaat kijken naar wat doet het met de hele mens. En vandaar dat we het zo belangrijk vonden moral injury ook als gespreksonderwerp hier vandaag op tafel te hebben. Ja, en wat me dan bijblijft is dat je ons werk niet kunt doen als het verhaal waar het echt om gaat niet beschikbaar is. Mm-hmm. En ik denk in die zin dat de dingen die Dennis van der Kraats ons vandaag heeft verteld over aanvankelijk wat er allemaal met hem gebeurde in reactie op wat hij had meegemaakt en vervolgens hoe hij voor zichzelf, ja, aldoende heeft weten te vinden wat je dan kunt bedenken aan oplossingen om je eigen morele verwonding, die beschadiging van je ziel, om die weer aan je gezondheid te koppelen. Mm-hmm. Ja, dat moet ons allemaal inspireren. En dan komt alles weer samen. Nou, en je vroeg het, hè, wat is het meest bijgebleven? Ja. Nou, ik denk dat het een heel groot goed is dat wij met zulke verschillende instellingen, zoveel verschillende maatschappelijk werkende, therapeuten, artsen, samenwerken in een ketenverband. Nogmaals, waarbij we elkaar nu dan meer dan een jaar misschien niet eens face-to-face zien, maar dat moet echt weer goed komen. Ja. Maar dat je samenwerkend dat hele verhaal kunt, mm-hmm, omvatten. Ja. Dat is zo mooi. Ja, nu zei je al, hè, dat de keten zo belangrijk is. Wat neem je mee terug de keten in? Ja, wat we mee terug de keten in moeten nemen, denk ik, is dus dat centraal plaatsen van dat verhaal. Hè, dat goed zoeken naar vormen waarop de veteraan ons kan vertellen wat hij of zij meemaakt en wat het betekent. Mm-hmm. Niet alleen waar hij last van heeft, maar ook wat het betekent. En hoe dat vertaald kan worden in het ervaren van meer gezondheid. Ja. Dus wat ik vanochtend aan het begin al zei, niet alleen trauma behandelen, maar inderdaad ook kijken naar morele verwonding en het hele spectrum. En dan proberen gezondheid te bevorderen. Ja. Kijk, zeker als volledig herstel niet mogelijk is, naar wat allemaal ook en wel kan. Ja, dus ook de zingeving. Zeker. Zeer belangrijk, zeker, onderwerp. Ja. Ja, waar we het aan tafel niet expliciet over gehad hebben, is toch, ja, dat we in coronatijd werken. En ja, heeft dat ook effect op de veteranen? Ja, het is goed dat jij die vraag stelt. Want ja, ik ben vanochtend op de achtergrond geweest. We hebben goed geluisterd naar wat er was en dat viel ons ook op. En daar hebben we het ook wel even over gehad en over nagedacht. Want we proberen dat al langer te volgen voor de keten. Hè? Dat moet je ook doen. Ik heb vanochtend gezegd, het is gelukt om met elkaar de zorg in stand te houden. En we hebben ook zo goed mogelijk proberen te monitoren of we nou veranderingen zien in de gezondheidstoestand van de veteranen, de hoeveelheid klachten die gerapporteerd worden en de hoeveelheid keren dat ze een beroep doen op het LZV. Mm-hmm. Ook wij waren in het begin, in maart, erg bang voor een enorme piek aan aanvragen. Ja. Terwijl we met onze organisaties eigenlijk nog niet wisten hoe we dat moesten gaan doen. Nou, wat je daarvan zou kunnen zeggen is, we volgen het heel goed. We zien geen veranderingen in de state of mind en in de hoeveelheid aanvragen die veteranen bij ons doen. Die op dit moment suggereren dat de coronacrisis als zodanig echt heel grote acute effecten heeft. Okay. Dat kan nog komen. Mm-hmm. Dat zien we, als je de krant leest, zie je dat dat door de hele wereld zo is. En dat volgen wij dus ook. Ja. En vanochtend bedacht ik, toen ik de discussies hier aan tafel beluisterde, waar ik niet op tafel kwam, van ja, ik denk dat ook dat wel illustreert dat de essentie van wat wij doen
de onderwerpen waar we vanochtend over spraken, op dit moment in hun wezenlijkheid nog niet geraakt worden door wat er op COVID-gebied gebeurt. En dat wij als LZV, omdat we de zorg in stand hebben kunnen houden, ook het gesprek kunnen voeren vanochtend zoals we deden. Ja, dus dat is een mooie conclusie. Ja, zo zou ik hem wel willen durven bekijken. Ja. Nou ja, goed, voorlopig zitten we nog onder die maatregelen rondom corona. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ja, spannend. Uitdagend. Het biedt kansen, dat weten we. Ook weer gekoppeld aan die COVID-crisis. We hebben ook hier in Doorn heel goed gekeken naar, wat zijn dingen die we geleerd hebben over hoe je een aantal zaken efficiënter, beter kunt doen. Waarbij je de ontdekkingen van de afgelopen tijd kunt integreren in het werk wat we doen. Zo'n dag als vandaag is ook een enorme ervaring. Ik ben heel benieuwd en ik hoop ook dat jullie allemaal feedback gaan geven over hoe dit ervaren wordt, want het is een andere opzet. Maar het is ontzettend mooi om te zien wat voor bijzondere discussies we hebben. Dat we op deze manier ook kennis kunnen uitwisselen. Dus hoe kijken we naar de toekomst? Ja, nou, wij moeten nooit ver weg raken van dat waar het om gaat. En dat is, het gaat om verbondenheid. Hè? Het werd bij Moral Injury gezegd, maar het is ook uit de psychotraumazorg bekend. Herstel van verbondenheid is wat je doet als je mensen helpt bij het soort klachten waarvoor ze bij ons komen. En wij functioneren goed als we die verbinding in een keten ook stand in blijven vullen. En dat moeten we dus blijven doen. Ja. Dus de toekomst betekent voor ons, ik denk, het benutten van de goede koers die we hebben uitgestippeld de afgelopen jaren. Met die invloedrijke veteraan die we centraal plaatsen. Met de instellingen elkaar zorg helpen laten verbeteren. Met dan heel erg inzet op duurzame gezondheid en dat delen met iedereen. Dat werkt gewoon heel goed. Ja. En volgens mij kunnen we dan ook tegen een stootje. Zeker in een jaar waarin het programmabureau van het LZV opgaat in het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Waardoor we met een aantal partners waar we al jaren mee samenwerken nog dichter bij elkaar kunnen kruipen. En met nog meer kracht de dingen kunnen organiseren die zo nodig zijn voor de veteranen. Ja. Ja, als ik daar zo vrij mag zijn om daar iets aan toe te voegen, wat mij opgevallen is aan de tafels, is ook wel de passie die iedere hulpverlener heeft, als ik zo mag zeggen, voor dit vak en voor de veteranen. En om het goed te doen en om ervoor te gaan. En wat Erik al zei, van nou, we doen het eigenlijk al heel erg goed, maar ja, we willen elke keer dat stapje extra. Dat vind ik toch wel mooi om te merken. En ja, dus, en dat COVID daarin op dit moment eigenlijk nog helemaal niet een onderwerp speelt. Die passie die blijft onverminderd. Dus dat vond ik wel mooi om nog even toe te voegen vanuit mijn standpunt. Nou, dat is ook fijn dat we dat kunnen zeggen, terwijl we naast de term dat wij zorg als een erezaak zien. Ja. Dat is denk ik waar die passie voor een groot deel uit gevoed wordt. Ja. Dat hoor ik altijd van iedereen. Ja. Je hoeft inspiratie niet te zoeken bij ons. Nou ja, dankjewel Berend voor deze afsluiting. Want ja, we zijn gekomen aan het einde van deze online contactdag. De stream die is terug te kijken later via de website van LZV. Alle onbeantwoorde vragen die worden via de mail nog beantwoord. Dus daar krijg je vanzelf bericht voor. Ja, en wil je in aanmerking komen voor accreditatie, dan krijg je zo meteen ook weer een link in beeld. Die kun je volgen en dan komt het allemaal helemaal dik voor elkaar. Nou, ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie ze met zoveel mensen hebben ingeschakeld om deze online contactdag live bij te wonen. Ik wil jullie heel veel succes wensen met het prachtige werk wat jullie doen. En laten we hopen dat de contactdag 2021 gewoon weer op een locatie is om samen echt dat contact te maken. Dus hopelijk tot volgend jaar en een fijne dag.